Ik raakte weer helemaal van het padje en weet je, ik was gewoon op het laatst niet met de handhaven. Ik deed alles wat God verboden of ik maakte alles wat God verboden had. Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met in elke aflevering een gast uit de radio- of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. In deze aflevering van de Broadcast hebben we een man te gast, geboren op 17 mei 1972 in Nieuwegein. Waar belletjes naar een radioprogramma al niet goed voor zijn, deze man heeft zijn radioloopbaan mede hieraan te danken. Althans, als we oud-broadcastgast Rick van Veldhuizen mogen geloven. Onze gast was nog net niet getrouwd met Rick, maar voor de rest deelde ze heel erg veel. Door Rick dus aan de hand genomen om vervolgens mooie radioavonturen te beleven bij Radio 538, Radio Nationaal, Radio Veronica, NPO Radio 2, 3FM, nog even ook 100% NL en tegenwoordig elke avond op Slam te horen. Bij elk station heeft hij vast wel mooie radioavonturen beleefd en die willen we uiteraard graag van hem horen. Broadcastvrienden, wij zijn trots om hem als gast te mogen ontvangen, Erik-Jan Roosendaal. Hallo jongens, welkom. Ja, nou, dankjewel, heerlijk gezellig. Ja, superleuk als je bent. Ja, je bent een beetje op je eigen vertrouwde terrein natuurlijk. We zitten in, ja, in een van de vergaderzalen bij Slam. Dus je voelt je als een vis in het water natuurlijk. Heerlijk. Het is niet echt een Slamzaal dit trouwens. Laten we hem heel even beschrijven. Wat zien we? Ja, wat zien we? We zouden dicht bij het torentje in Den Haag kunnen zitten. Ja, toch? Ja. Het is een, wat is het? Een 19e eeuwse zaal. Hè? Zo moet je nog voorzien met een aantal mooie schilderijen aan de muur. ja, nou, voor de rest is alles echt van eikenhout. Dus. Ja, 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 precies. Ja. En zo ruikt het ook trouwens. Maar goed, we hebben een mooie plek. We gaan lekker met jouw loopbaan doornemen. Mm. Ja, zeker. Nou ja, zometeen natuurlijk jouw uitgebreide radioverhaal. Tenminste, we zijn heel benieuwd naar de verhalen achter alles wat jij op de radio hebt gedaan. Ja. Eerst zijn we altijd even benieuwd. Wat zou je nou zijn geworden als je niet in de radiowereld was beland? Ik heb heel lang uitgelegen, 12 jaar. Dus toen heb ik bij een vastgoedbedrijf gewerkt. Maar ik iets commercieels, dus iets in de verkoop. Vastgoed, dat kwam in één keer op mijn pad via een vriend van me. Dus dat heb ik een jaar of 11 gedaan. Eigenlijk doe ik me wat. Ja, wat er op pad komt. Nee, maar er komt ook op neer. Zo ben ik ook bij de radio gekomen. Ja, dus had ik helemaal geen radio, dan... jezus jongens, want ik heb ook ambulance gereden, weet je. Ja, oh, echt? Dat gaat nergens over. Dus iets wat op dat moment op mijn pad komt van... Ik denk van, oké, dat gaan we even doen. En dan is het leuk, dan doe je er wat langer. Is het niks, dan binnen een half jaar weer uit. Ja. Dus, maar mag je op de ambulance als je totaal geen opleiding dan wel... Je krijgt een opleiding. Ja, je krijgt een opleiding. Okay. Ja, eigenlijk ben je een soort van verkapte taxichauffeur. Zo moet je het zien. En soms met EHBO plus opleidingen. En naar gelang je langer dat werk doet, dan wordt je takenpakket iets meer uitgebreid. Dus het is leuk, maar dat was ik ook na een jaartje zat. Dus, ja. En wel heftig, denk ik soms, of niet? Ja, maar het is niet dat ik helemaal empathieloos ben, maar het scheelt wel mijn karakter dat... Dat hielen bij het feit dat je sommige heftige dingen toch wel vrij snel een plekje kan geven. Soms ook niet, weet je, dan loop je er 1-2 weken langer mee. Maar na een jaartje had ik wel zoiets van, oké, ik heb wel nu genoeg gezien, weet je wel, genoeg gelachen op die ambulance en dan weer door met de show, ja. Maar als we dan eventjes kijken, hè, want dan heb je wat dat betreft natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Genoeg talent voor de radio, dat gaan we zo meteen natuurlijk ook wel in die fragmenten horen. Mm-hmm. Maar hoe is het bij jou dan die radioliefde helemaal in dat begin ontstaan? Heb je ook bij de lokale gezeten? Nee, of nee. Als je echt terugkijkende ben ik altijd wel radioneurtje geweest, maar meer als luisteraar, weet je wel. Ja. En dat ging dan vroeg met de Weeshuis van de Hits. Hallo guppies, een uur lang chaos en curioza in... Ik wou dat ik een oma had, die ik soms zomaar op mocht bellen. En die s'avonds bij mijn bedje zat. Een sprookje te vertellen. Dat was natuurlijk echt sfeerradio. Later had je Currie van Inkel natuurlijk. Weet je wel, dat was ook een toch apart soort radio wat zij maakte. Later Jack Spijkerman op die vrijdagmiddag bij de NPO. Roadhog, Steen en Bean. Klaagbox. Ja, goeie dinsdag. Erwin uit Assen. Ik wil ze even klagen op het tros. Dat ze bij de radio van die waardeloze presentatoren hebben, dat wisten we al. Nou, op tv kunnen ze er ook wat van, zeg. Ten eerste al die dierenmishandeling. Laten ze zo'n trospoes met zo'n petje op zitten. Laten ze de arme beestje ook nog in een trosgids lezen. En dan die tv-dokter. Echt, als ik die kerel zie, krijg ik gelijk last van incontinentie aanvallen.
Dus wel altijd blijven luisteren. Nooit echt de ambitie gehad om het te werken. Tot het punt dat... dat was 1998, 1999 denk ik. Toen moest ik voor de telefoongids. Ja. Advertentieverkoper. En toen moest ik 3 maanden in Groningen werken. En Radio 538 was toen al bezig. Maar nog niet zo groot. En op een gegeven moment zag ik zo'n post hangen. 538, bla bla bla. Dus ik ken het eigenlijk niet. Opgezet. En dat was Ruud de Wild in de ochtend. En die maakte dus echt à la Ruud de Wild radio. En, maar daar zat Rick van Veldhuis toen ook. En op dat moment had ik wel zoiets van, oh Jesus, dit is eigenlijk ook best wel een leuke job volgens mij. En hoe breng je dan je ass naar binnen? Ja, ik ben toen eigenlijk gewoon eerst gaan bellen naar spelletjes. En ik trok al die prijzen weg bij 538. En op een gegeven moment deed ik bij Rick van Veldhuis. Volgens mij was het in het weekend. Had ik zo'n itempje waarbij ik dan heel snel door het nieuws ging. En het was absurdistisch, weet je wel. Maar dat was een wekelijks terugkerend ding. Maar ja, het was gewoon gratis, weet je wel. Helemaal alle Rick van Veldhuis. dat was dan op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, ik pak gewoon een vriend van me mee. Die had die kon gitaar spelen. Met z'n tweeën naar 538 gereden. Bij Ruud de Wild, 's ochtends aangebeld. Dat we een liedje wilden zingen. Ja, en die had zoiets van, oké, what the fuck, wat is dit? Maar die liet ons gewoon binnen. Het was net John Denver neergestort. Hij zegt, als je binnen 5 of 10 minuten zo'n nummer kan maken, dan gooi je het er gewoon uit. Dus van het een kwam het ander. En binnen 6 maanden daarna belde in principe de Zwart van, wil je komen werken? Dus dat was eigenlijk heel bizar, want ik had 0 radioervaring. Ja, wat goed. Ja, als één van de weinigen waarschijnlijk. Want iedereen heeft natuurlijk, normaal horen wij hier ook wel het zolderkamertje of de lokale omroep. Maar... Al die jongens. Ja. Of tenminste de meeste. Veel wel, precies. Maar... Dat zijn toch, net als ik, wel autistjes, weet je wel. Dat zijn allemaal van die jongens die dan vanaf 6e, 7e, 8e thuis radio gaan maken voor helemaal niemand. En dan op een duur naar zo'n lokale omroep of ziekenhuisomroep. Ze doorlopen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, en op een gegeven moment kom je dan bij landelijk als je mazzel hebt. Ja, en ik was echt een vreemde eend in de bijt. En eigenlijk ook wel altijd gebleven. Dat is eigenlijk nooit veranderd. Ja, maar goed, daardoor val je waarschijnlijk ook wel op of zo, toch? Ja, we deden me wat, weet je wel. Maar goed, iedereen doet me wat natuurlijk, weet je wel. Ja. Maar dan is gewoon de vraag of het aanslaat of niet. Het was wel echt fucking absurd dat ik kreeg een belletje van 538. En toen moesten we dan zitten met Rick van Veldhuizen. En die koppelde mij dan aan Michiel Veenstra van Kink en Jeroen Nieuwenhuizen, nu bij Radio 10. Ja, vrijdag zaten we bij de Japaner en maandag zaten we op zender. Weet je, maar ik had nog nooit radio gemaakt, ik had geen idee. Dus ja, dan moet je het maar een beetje invullen, weet je wel. En dat ongelooflijk vaak op ons bek gegaan natuurlijk. Jeroen was eigenlijk net begonnen landelijk. Michiel Veenstra ook, want volgens mij zat hij op internet daarvoor. En had natuurlijk wel een beetje radioervaring. Ja, toen zijn we gewoon gaan zitten en dan moet je maar wat doen. Ja. En dat deden we ook. Ja. En als je het dan terugluistert, was het echt wel super slecht, weet je wel. Maar naarmate je dat wat langer doet, dan ken je valkuilen en dan heb je precies van, oké, dat werkt niet, dat werkt wel. Ja, goed, en toen zijn we maar... Maar eigenlijk, kijk, toen we bij 538 begonnen, waren we natuurlijk even de noem je dat... We moesten er even zitten, omdat contract met Edwin Evers nog niet... rond was. Dus we wisten, het is maar tijdelijk, weet je, tot die handel met Evers rond is. En dan gaan wij weer die ochtend uit en dan neemt iemand het over die wel kan. Ja, want dat wist je sowieso, dat even tijdelijk was. Ja. En we gaan het zo meteen zeker nog even verder hebben over die Morning Jam. Maar jij zei net van, we doen maar wat of ik deed maar wat. Maar er zit natuurlijk, en dat hoor je zo meteen ook in die fragmenten en mensen die jou vaak op de radio hebben gehoord, die weten dat ook wel. Maar er zit wat dat betreft natuurlijk zoveel talent in of zo. Dat ergens is dat wel ontstaan of zo, toch? Of is dat allemaal bij toeval in die periode een beetje begonnen? Ja, want dan zit je dus. En dan dat weekend voordat we begonnen, zaten we dan met z'n drieën gewoon bij 538. Van ja, wat de hel, wat gaan we doen? En waarbij volgens mij Jeroen Nieuwenhuizen, die had een goed contact met Wessel van Diepen. En die twee zeiden, die kwamen in één keer met, waarom doe je niet sowieso een files vanuit een helikopter? En meer van dat soort dingen. En Wessel zei toen ook van, je moet gewoon gebruik maken van je snelheid, hè? Van je hersensnelheid. Van het feit dat je snel kan inspringen op dingen en ook qua rijmvorm. Ja, daar ging gewoon een beetje mee experimenteren. Ja. Maar dat was hetzelfde met
met de jingles die we op dat moment... dus je had, laat maar zeggen, hetzelfde als nu nog steeds bij Slam. Je hebt, laat maar zeggen, de Slam jingles en toen de 538 jingles. En ik maakte al het afwijkende. Ja, ja. Daar zaten toen de gebroeders van Hees, die zaten in zo'n productiehok. Ja, en dan zei ik van, god, heb je nog een instrumentaaltje? Maar kijk, 20 jaar geleden, of hoe lang is het? Was het natuurlijk veel moeilijker om aan instrumentaties te komen dan nu, weet je? Nu is ja, nu hou je het overal vandaan. En toen was dat natuurlijk allemaal veel lastiger. Dus dan moest je het ook maar doen met de dingen die zij voorschotelden. Ja, en dan liepen zo'n Akai, die ging dan lopen. En ik ging gewoon meebleppen. En zij knipte dat van. En dat zonden we gewoon uit. En dan keken we wel hoe het liep. Ja, je hebt het inderdaad nu over Rob en Frank van Hees natuurlijk. Ja, eigenlijk de audio-vormgevers in die tijd van 538. Ja. Die maakten alles helemaal mooi strak en alles helemaal volgens de richtlijnen. Vonden ze juist helemaal geweldig dat jij dat op die manier. Want ze hadden ook zoiets van, oké, er komt gewoon uit het niets komt in één keer iemand die geen ervaring heeft. Maar omdat het zo afwijkend was, weet je, want dat was voor die jongens ook wel even lekker om buiten die paden te knippen. Ik gooide daar me wat neer en zij knipte het oké en wij zonden het uit. En dan, eigenlijk was het gewoon van, kijk, wanneer het schip, waar het schip ergens strand. Ja. Ja, dat ging gewoon, volgens mij hebben we het anderhalf jaar gedaan of zo, wel in wisselende samenstelling. Want eerst was het dan met Jeroen en Michiel. Laat ging Jeroen weg en toen kwam Sander de Heer. Ja. En toen ging Sander weg en toen kwam Tim Klein. Maar Michiel en ik bleven dan gewoon als basis daar zitten. Ja. Dus dat liep gewoon door. Ja, maar dat was... En het was ook wel meteen grappig om te zien... met een veranderende samenstelling van... Ja, met het poppetje A werken is toch weer anders dan poppetje B... en ook weer anders dan poppetje C. Ja. En daar zit ook af en toe... ook wel een uitdaging natuurlijk. Ja, wat was daar de grootste uitdaging in voor jou dan? Nou, dat je... kijk, als je... kijk, zoals nu ook. Nu werk ik bijvoorbeeld met Daniel Lippens. Ja. En wat ik al zei... heel veel van die jongens die op zender zitten... die hebben toch een bepaalde vorm van autisme. En dat zit dan natuurlijk allemaal in ons. Maar dan moet je... kijk, dan ben ik sidekick. Dus dan je plaats 1, 2, 3. We zitten nu dan ook met Julia. Dus Daniel is dan 1, hierarchisch gezien. Ik 2 en Jul 3. Maar je moet er dan wel voor zorgen dat degene die show draagt... in dit geval een Daniel... dat hij zich wel senang blijft voelen bij de shit die ik verzin. En ja, dat zeg ik. Jeroen heeft een ander karakter dan een Daniel Lippens en een Sander de Heer. Weet je, die is dan weer wat introverter. Ja, daar moet je dan rekening mee houden. Dus dat gepuzzel, dat duurt altijd een paar maanden. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon net een huwelijk. Ja, tuurlijk. Maar voel je dat aan dan op een gegeven moment? Of? Ja, en bij de ene duurt het wat langer dan bij de ander, weet je wel. Daar gaat de meeste tijd in zitten. Of in het begin van de show, weet je wel. Want je kan niet helemaal... Tenminste, ik ga nooit echt helemaal los aan het begin van de show. Je bouwt het langzaam op. En dan gaandeweg merk je van... Oké, dit slaat wel aan bij degene met wie ik samenwerk. Dat vindt hij minder oké. Ja, en dan krijg je op den duur krijg je het product zoals je die zou willen hebben. Als het een beetje mee zit. Eigenlijk veel aanpassen dan, denk ik, of niet? Als het continu. Beetje, continu. Ja. Weet je, dan, want sommige dingen die maak je en dan heb je al misschien een week ingestoken. En dan denk je na 3 weken, oké, dat gaat het niet worden. Dus ja, dan moet je ook wel zo zijn dat je het gewoon weg kan gooien. Weet je wel, dat je toch weer een andere richting in gaat. En dat is soms wel lastig. Maar dat is wel onderdeel van hetgeen wat ik doe in ieder geval. Nou ja, je ongetwijfeld heel veel dingen weggooit. Maar er zijn ook heel veel dingen natuurlijk die we tot de dag van vandaag nog steeds horen. Maar je had het net al even over de typetjes. Ja. Bijvoorbeeld Erik-Jan Hilteman. Hè, als we even teruggaan naar die begintijd. Bij Rick, zaterdagmiddag. Ja? Ja, weekend Rick, ja. Nou ja, dat was één van die typetjes. Vaak gehoord natuurlijk. Dat leefde hij ook nog 6 weken een tipparade notering op. Met dank aan Aerosmith en Run DMC natuurlijk. Met Walk This Way. Oh, Jesus, ja. Hoest, hè? Ja, hoest helemaal mee. Vergeten. Ja. we kunnen gewoon fragmenten starten. Want dan komt hij weer boven, denk ik. Oké. De Broadcast. Je hebt het goed geroken, want de tijd is aangebroken voor een nieuwe gerecyclede plaat. Want je weet, wij zullen 4 minuten vol gemuld. Zijn er mensen die denken, wat is er hier toch aan de hand? Spits jullie maar de oren, dit is nu wat je gaat horen in het kleine koude kikkerland. Ik vraag je nu, hoest er mee? Voel me oké. Hoest er mee? Ik voel me oké. Ze vroegen me, hoest er mee? Voel me oké. Ik vraag je, hoest er mee? Ik voel me oké. Was je dit echt serieus vergeten? Dit...
Ja, joh. Ja, maar joh, je luistert. Weet je, ik luister nooit mijn shit terug. Dus. Het grappige was toen ik bij Slam begon. Toen kwam ik bij Daniel Lippers. En die had ik al jaren niet meer gezien. En op een gegeven moment had hij een USB-stickje. Met meer dan 200, 250 dingen qua vormgeving. Ja, en ik hoorde ook dingen terug van ik had van, oh jezus. En soms weet je wel, mega slecht. Maar soms ben ik gewoon vergeten. Omdat het was gewoon blijven maken tot er iets aansloeg. En dit hele verhaal van hoest. Want volgens mij was het Rick van Veldhuizen die toen zei van, ja, we moeten gewoon een nummertje maken. En volgens mij kwam hij ook met dit nummer aan, waar geen instrumentaal voor was. Dus toen moest ik via had een of andere gast had een oude Akai waar die wat mee kon. En die had toen dit instrumentaaltje gemaakt. Ja, en volgens mij is ook nog in de top 50 gekomen. Ja, tipparade. Net niet of top 40. Oké. Maar wel op single. En volgens mij een dubbel single. Je had toen ook Schapie, volgens mij. Klopt, van Hassan Yazan. Ja, klopt, ja. Ja, dus, dus die twee stonden op de... Ik heb hem thuis nog liggen, hoor. Dat kartonnetje. Serieus, ja. Ik heb hem ook nog steeds. Die wordt geld waard, hoor. Ja, lachen. Ja, goed. Dit was gewoon een van die dingen. Je bombardeerde maar, weet je wel. Het was gewoon maken, uitzenden. Ja, en soms sloeg het aan. Soms sloeg het heel goed aan. Maar ja, ook heel veel dingen die eigenlijk, als je dat nu terughoort, weet je van, jezus, wat waren we daar aan het doen? Maar ja, aan de andere kant... kijk, voor mij was het wel lekker, want als je uit het niets wordt gehaald en je wordt gewoon op een nationale zender gegroeid, dat is wel een harde leerschool, maar wel een hele goede leerschool. Want in die 1,5 jaar zo vaak onderuit gegaan met dingen die we maakten, wat gewoon, weet je wel, dat je later ook dacht van, oh jeez, waarom heb ik het überhaupt gedaan? Maar je leert wel heel snel van. En had ik ook de massa dat ik toen met Michiel werkte, Michiel Veenstra, en dat klikte ook meteen, met Jeroen ook. En Michiel en ik deden dan meer het creatieve verhaal. En Jeroen richtte zich echt op de rest, weet je wel. Wat er in die uitzending kwam. Ja, funny dit. Maar was er ook coaching voor jullie? Ik hoor steeds Wim van Putten terugkomen. Ja, klopt. Hadden wij ook. Maar eigenlijk, terugkijkende, hadden we op een andere manier gecoacht moeten worden. Want er komt, weet je wel, echt heel veel op je af. En het feit dat ik niks wist over radio en wat wel of wat niet aan zou slaan, dat had wel beter gekund. Maar ja, goed, aan het eind van de rit, weet je wel, we zijn er allemaal prima uitgekomen. Had wel anders gekund. En we kregen coaching van Wim. Maar het dingetje was dat Van Putten, die richt zich natuurlijk echt op hoe de jocks moeten klinken. Maar ik was geen jock, weet je. Ik was gewoon de clown die gewoon ergens vandaan was getrokken. En op een gegeven moment heeft de zwarte ook gezegd van... weet je, laat die roos dan maar gewoon aankloten. En laten we degene die het echt nodig hebben, of weet je, de echte jocks, laten we die dan gewoon begeleiden. En ik was gewoon maar het aanhangsel. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus je kon ze een beetje loslaten, ook die radioregels wat dat betreft. Ja, maar dat is misschien juist ook het mooie, toch? En dat je die chemie ontstaat of zo. Dan. Ja, en dat zouden ze nog steeds bij meer jongens eigenlijk moeten doen. Hè? En ik denk dat ook dat als je kijkt naar... ik denk dat er toch wel een redelijke fout die de afgelopen... Of fout, wat misschien wel anders had gekund, is als je jonge jongens, weet je wel, die vind ik dat je die eigenlijk in het begin juist heel vrij moet laten. Omdat je dan zelf continu op je bek gaat, hè, en die valkuilen tegenkomt. En dan met de juiste begeleiding haal je, laat maar zeggen, de juiste dingen, de beste dingen van die jongens naar boven. En daarmee kan je dan echt gaan scoren. En volgens mij is het, het wat ze de laatste jaren eigenlijk al gedaan hebben van, je trekt een poppetje naar binnen en je geeft meteen de bandbreedte mee. En ik denk dat je dan niet vrij radio kan maken. Dus ook nooit het sterkste uit jezelf kan halen. En ik denk dat ze dat misschien wel wat beter hadden kunnen doen. Of nog steeds kunnen doen. Gewoon bij de gemiddelde jog bedoel je bijvoorbeeld? Bij iedereen. En of nou bij Slammers of bij 3FM of bij Talpa, weet je wel. Kijk, en dan heb ik het vooral over... je hebt natuurlijk hele strakke jocks, weet je wel. Maar ik zit vaak bij die shows met karakterradio. Met bepaald soort jongens. Ja. En die moet je eigenlijk niet direct... op het moment dat ze op zender gaan...
moet je die al niet meteen een bepaalde kant op duwen en drukken en vernauwen en vaste bandbreedtes aangeven. Want dan ga je dus niet radio maken zoals je dat zelf wil. Maar dan ga je al van tevoren denken van, doe ik het wel goed? Ja. En ik denk dat dat niet de manier is. Maar goed, dat is eigenlijk allemaal gewoon lekker wat losser en die personality naar voren laten komen. Ja, en dan kan je later, weet je, als het goed gevormd is, dan kan je, dan vind ik dat je wel kan sturen. Hè? Dat bij een bepaald, als je bij een bepaald station zit op een bepaald moment van de dag, dan vind ik dat je wel kan sturen van, ga je hierop richten? Maar laat ze eerst even echt goed ontplooien. Ja. En in plaats van direct een bepaalde kant op te drukken. Want ik denk dat dat niet de manier is. Even kort samenvattend. Begon bij Rick van Veldhuizen met Erik-Jan Hilterman. Daarna dus de Morning Jam in 1998 vertrok Ruud bij 538, Ruud de Wild. Hij ging naar BNN. Hij deed de Jungle, de ochtendshow. Mm-hmm. En er moest dus een opvolger worden gezocht in die periode voordat Evers kwam. Maar dat heeft toch 2 jaar geduurd volgens mij. Ja, dus het is een vrij lange periode. Ja. En dat werd dus de Morning Jam. Jij met Michiel en met Jeroen Nieuwenhuizen. Ja. We gaan even luisteren naar die tijd. Ik zei alleen nog tot ziens, Annabelle. Ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Never again, I'll come on. Ik dacht, ik draai om en slaap nog even door. Maar 2 uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Op het lijn op mijn bek, Anna. Annabelle, het wordt niet zonder jou, Annabelle. Annabelle, het wordt niet zonder jou, Annabelle. En een buisje kan, die me, Anna. Lekker gebeurd, gebeurd. We zijn wel toe aan een beetje ontspanning. Zullen we een spelletje spelen, Bert? Ik steek een hand onder water en jij moet voelen hoeveel vingers ik opsteek. Hoi! Begin mee. Oké, Annie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, Annie. Ja, Bert. Weet jij zeker dat je maar 1 hand in het water gestopt hebt? Ja, Bert. Want wat je nu vast hebt, is geen vier. Ah, ja, slecht, ik dacht al, er zit geen bordje in. Here's Chopper Bob with the traffic jam. Hey, Bobby. Hey, goedemorgen. Er hangt weer 350 meter boven de grond. En dit keer hang ik boven de A1. Over de A1 gesproken, daar beginnen we mee met de files. Eén keertje is hij in de studio. Daar gaat u. Dus dan rijden we in de Roosendaal. Ja. Nee, dat klopt. In het gestel van Beverdum. Ja, zie. Leuk spelletje. Betonsteen en zo. Gaaf slechts. Bellen. Dag, Chris Child en Baggerbo. Zoals gezegd, vrijdag 14 april. De laatste, allerlaatste Morning Jam die je ooit zult horen. Ja! Nee, het was de bedoeling dat je nu ah zou roepen. Nog één keer dan. Ja. Ah. En misschien nog wel erger is dat collega, vriend, co-host, producer, wat dan niet meer, Erik Jan, vandaag zijn allerlaatste werkdag beleefde 538. Ja. Oh, werk. Allerlaatste blijfdag. Nou, we nemen dus ook niet alleen afscheid van de Morning Jam, maar ook van Erik Jan. En hoe ironisch, Erik Jan is te laat vandaag. Yay! Volledig in stijl op de laatste dag nog te laat komen. Dat hij ook gewoon 8:55 aankomt kakken. Sorry. Wie ben jij? Ik ben Bolke. Weet je wat? Ik zal een liedje voor je zingen. Hallo kinderen, hallo kinderen. Kom hallo, hier aan. Hallo kinderen. Dan gaan we kijken of mijn vrouw Bolke de Beer heeft klaargemaakt. Het komt allemaal weer boven. Holy shit. Ja, met die Bolke de Beer. Weet je, en ook met die Bette Nuni, weet je. Kijk, buiten het feit dat het echt super slecht was. Maar we kregen toen de opdracht van de Zwarte Mans echt op jongeren te gaan richten. Het was 15 tot en met 23, geloof ik. En alles wat erbij kwam, was meegenomen. Ja, weet je, die Bette Nuni, weet je. Dat was echt, het duurde ellenlang. Het was gewoon, weet je, soms voor die kids was het natuurlijk ongelooflijk funny. Maar ja, ook met die Bolke de Beer, als je dat nu zou uitzenden, dan is het meteen je laatste dag, weet je. Ja. Nou ja, maar dat het is ook de tijdsgeest, 1998 dat natuurlijk. Dat is toch heel anders. Ja, het was bizar, want we toen ook echt die eten ging knallen, weet je wel. Sommige dingen die kunnen echt niet meer, weet je wel. Maar ja, dat was echt wel geil. Dat is wel mooi natuurlijk. Ja, je noemde het net al even ook een paar keer natuurlijk inderdaad. De Morning Jam, je hebt het uiteindelijk 2 jaar gedaan in die ochtend. Ja. Met Jeroen Nieuwenhuizen dus, met Michiel Veenstra, later ook met Sander de Heer en met Tim Klein bijvoorbeeld. Ja, klopt.
Maar inderdaad, je zei net, of tenminste die tijdschrift 25 jaar geleden, ja, je deed toen natuurlijk heel anders dan nu. Maar wat is voor jou als maker dan daar het grootste verschil in? Want er mag niet meer zoveel tegenwoordig natuurlijk. Maar... Nee, dat valt eigenlijk op mee, hoor. Ja, nee, want als je kijkt naar Slam en kijk, en met dat hele woke verhaal, daar heb ik tot een bepaald punt heb ik er iets mee. En dan wordt het te activistisch. En dan heb ik zoiets van, oké, weet je wel, je moet wel zwarte humor kunnen blijven houden en uitzenden. En dus daar... dat boeit me ook niet, weet je wel. Als je dat moeilijk gaat doen, prima. Maar dan ga je gewoon naar een andere zender. Want zo werkt dat gewoon. Maar je houdt wel met een flink aantal dingen... hou je nu wel rekening, weet je wel. Die Bolleke de Beer, het ging eigenlijk gewoon over aanranding, weet je wel. Daar kwam het gewoon op neer. Kijk, daar kom je nu niet meer mee weg, weet je wel. En ook dingen die we af en toe en passant... daardoor in die gesprekken door naar buiten groeiden... Ja, als je toch ouder wordt en volwassener, sommige dingen, die dat gaat gewoon natuurlijk, weet je wel. Dat je denkt van, oké, dat is waar eenmaal. Maar nu ook wel, je kan gewoon ook niet alles meer roepen waar je zin in hebt. Hè. Hier bij Slam doe ik het af en toe nog wel eens. En dat resulteert wel eens, weet je wel. Laatst, vorig jaar ook, maakte ik een geintje voor Bulgaren. En dan belt er een Bulgaarse dame. Dan roep ik weer iets om het nog eigenlijk wat erger te maken. Ja, en dan die jongen van het 8-uur-journaal, die Winfried Baes, die stuurt dan meteen een Twitter van wat ik nu hoorde op Slam. Oh ja. Ja, toen heb ik wel even contact met hem opgenomen. Van, ja, gast, luister... dat is gewoon zwarte humor en dat kan misschien jouw humor niet zijn. Maar ik roep niet dat de Bulgaren het land uit moeten. Weet je, het is gewoon zwarte humor. Ja, dat je dat op dat moment niet trekt, prima. Maar ga er dan helemaal niet, als je in zo'n positie zit, een tweet eraan wijten. Want het is gewoon jouw humor niet. Dus ja, moet je mond houden en naar een andere zender gaan. Ja. Vind ik. En je hebt het daar nog over gesproken ook bijvoorbeeld? Ja, ik heb het wel benaderd, omdat ik het vreemd vond. Ja. Weet je, ik had zoiets van, waarom... Ja, vanuit mijn optiek is het humor. En dan snap ik wel de andere kant waarom ze zo denken. Maar dat hoeft zo niet, vanuit mijn optiek. Nou ja, dat is natuurlijk ook tegenwoordig wel. Dat was 50 jaar geleden ook niet. Iedereen kan maar meteen reageren. En iedereen kan ook meteen meelezen natuurlijk. Dus ja, dus wat maar goed, weet je, het lekkere bij Slam is dat we... mits we binnen die Slam normen en waarden blijven. En dan is het... Kijk, Daniel, mijn collega, die gaat er wel gewoon... Die pakt gewoon die gulden middenweg. Maar het is ook wel mijn taak om af en toe die randjes op te zoeken. Ja. Want dat vind ik onderdeel van de show. En dan hebben we super mazzel in dit team wat we nu hebben met Julia, die eigenlijk de vrouwelijke vorm is van wat ik ben. Dus het is ook wel lekker dat een vrouw af en toe, weet je wel, niet woke dingen kan roepen. Ja. Want dan kom je toch beter mee weg, omdat de samenstelling wat anders is. Hè? Dat je ook een vrouw bij hebt, want anders wordt het wel heel erg man. Ja, tuurlijk, ja. En ja, dat werkt wel. Ja, maar dan maak je toch ook mooie radio, toch? Vind ik wel. Ja, en zeker juist in deze tijd met alles wat je mezelf maar gewoon kan opzetten... en alle streamingsdiensten, noem het allemaal maar op... moet je ook wel een beetje opvallen natuurlijk. Ja, dus dat hoort er een beetje bij. Weet je, en we maken het niet te gek, maar we hier bij Slam moeten het gewoon hebben van... en de snelheid en de bepaalde vorm van humor en het absurdisme en zoals Julia... die ook geen blad voor de mond neemt. En dan, ja, en als je dat gewoon natuurlijk laat verlopen... dan wordt het toch niet alleen werk... maar het is eigenlijk een soort van kroeggevoel. Snap je wat ik bedoel? En dat werkt gewoon wat relaxter. Ja. Ja. Maar wat jij zei in het begin van... we deden maar wat of ik doe maar wat. Is dat nog steeds wel? Of is het allemaal wel veel meer soort van tevoren bedacht en geregisseerd? En... Ja, het is wel zo in de show, dus het live gedeelte. We hebben een paar vaste punten, maar voor de rest proberen we toch gewoon go with the flow. Dan ontstaan toch vaak de leukste dingen. Mm-hmm. Met als nadeel dat als je dingen niet voorbereidt, dat ook wel eens stil kan vallen. Maar hoe lang je het natuurlijk doet, hoe minder die stiltes vallen. En dan krijg je al nu progressie. Maar je hoeft niet alles voor te produceren, nee, vind ik. Nee. Maar dat, weet je kan het wel doen. En dan krijg je wel een, hoe moet ik zeggen, een kwalitatief hogere show. Hè? Want dan is alles gelikt. Maar ik vind niet dat alles gelikt hoeft te zijn. Want ik denk dat voor de luisteraar ook wel lekker is dat ze af en toe in de gaten hebben dat gewoon drie lui zitten... die ook gewoon fouten kunnen maken, op hun bek kunnen gaan... en dat er af en toe ongemakkelijke stiltes vallen en enzovoort. Ja. 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 Ja, dat heeft ervoor een nadeel natuurlijk. Kijk, bij een podcast kan je het er makkelijk uitknippen... en bij radio is het gewoon wat het is. Hè? Ja, en live is lekker live. Dus dat is, maar dat is ook wel weer een soort van spanning of zo... Hè, dat je, wat je meekrijgt natuurlijk op die manier. Maar het is dus niet zo dat je toch nog even nadenkt... voordat je die opmerking de eter in gooit? Nee, daar gaat het te snel voor. Daar gaat het te snel voor. En in 1, 2, 3'tjes met Daniel en Julia...
geeft Daniel of Julia geven niet genoeg ruimte om langer na te denken. Het moet tak, tak, tak. En in die snelheid zit denk ik ook... kan je het een succes noemen? Ja, we scoren gewoon redelijk, weet je wel. En dat is een heel belangrijk onderdeel, vind ik. Of denk ik. Het gaat zo ongelooflijk snel... dat de talks zijn misschien niet altijd mega of mega top. Alleen de snelheid maakt het heel veel... Maakt het gewoon goed. Dus je zit... wij hebben nooit dat iets te ver uitgestrekt wordt. Hè, we proberen toch altijd binnen 1, 2, 3 minuten tot een einde te komen. En dan is Daniel die bepaalt van... oké, dit was waarschijnlijk een stukje patsboom en dan eruit. En die snelheid vind ik wel super krachtig. En daar is Daniel ook wel. En Rick was dat ook. Rick van Veldhuizen. Dat kan niet iedereen. Weet je wel, en dat is gewoon wel lekker. En dan heb je ook wel mazzel, of tenminste ik de mazzel dat ik dat nu dan met Daniel werk en met Rick heb gewerkt. En Tim Klein was precies hetzelfde. Die snelheid vind ik gewoon super lekker om mee te werken. Maar ja, je kan dan af en toe op je bek gaan, omdat je dan in één keer wat roept. Ja, juist. Of je later denkt van, kut. Maar ja, aan de andere kant is live, hè. Dus... soms komt dat minder goed uit de verf. Soms roep je dingen dat je denkt van shit, weet je wel. Dan zit je in de auto en denk je, oh kut, ik was te hard, weet je wel. Te hard voor richting de groep die er misschien last van zou kunnen hebben. Maar ja het gebeurt niet elke dag. Dat is nadeel van live. Soms gaat het verkeerd. Maar ja, goed, daar moet ik scheid aan hebben, vind ik. Tuurlijk. Ja. En de volgende dag heb je eigenlijk weer een kans om een 3 uur lang... Precies dat, hè? Ja, dus dat is ook wel weer mooi in het precies dat, weet je. Kijk, het gaat, laat maar zeggen, 90 keer goed en 10 keer gaat het niet goed. En ik prima, weet je wel. Dat is gewoon live. Nou ja, al die jaren natuurlijk al lekker op die radio. Dus wat dat betreft genoeg geleerd, genoeg gedaan. Je noemde net ook al eventjes Tim Klein. Je hoorde hem ook in het fragment. Ja, je was te laat toen tijdens je laatste uitzending. Hoe, want je zit nu in de avond, je hebt in de nacht gezeten, ook in de dag of in de ochtend bedoel ik. Hoe is dat voor jou als creatieveling en qua maken? Want in de ochtend kan de me voorstellen dat dat... Hè? Is gruwelijk, verschrikkelijk. Ja. Maar dat komt... dan heb ik ook nog ADHD, dus je hersens die hebben langer nodig om te stoppen. En dan ben ik ook niet de persoon zoals Edwin Evers, die ging altijd gewoon 8-9 uur zijn bed in. Ja, dat kon ik niet, weet je. Dat 9 van de 10 keer zaten we ook gewoon in de studio voor te bereiden. En dan waren we een uurtje of 11, 12 binnen thuis. Ja, 1 uur ga je bed in en dan om 5 uur ging die wekken. Ja, het was echt verschrikkelijk. En Jeroen Nieuwenhuis was ook geen ochtendmens, weet je wel, die... Ja, ik kon hem af en toe wel vermoorden, weet je wel. Maar het was ook niet zo raar, weet je. Want Jeroen was hetzelfde als ik. Ja, die wilde s'avonds ook gewoon even lekker tv kijken en hangen. Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet, weet je. Je moet gewoon s'ochtends moet je scherp zijn. Dan kwam ik binnen met me. Dan was ik kapot en had ik een bui. En dan kwam Jeroen binnen, die had ook een bui. En Michiel Feester zat ertussen. Dus genoeg wrijving ook, denk ik, op zo'n Age of Studio. Soms wel. Ja, soms wel. Nee, ja. Soms wel, weet je wel. Dat zeg ik. We hadden wel eens van die ochtenden, weet je wel. Dan hadden Michiel Veens en ik hadden die avond ervoor. Laat me zeggen, smiddags 5 uur tot s'avonds 11 hadden we iets lopen voorbereiden. Een of andere sketch of wat dan ook. En dan kwam Nieuwenhuis kwam dan 's ochtends binnen, weet je wel. Die had dan echt een tering buiten. En dan liet wat horen. Nee, dit is kut. Oh, ja. En dan gewoon delete, weet je wel. Oh. Ja. En dan zaten Veens en ik elkaar aan te kijken van... motherfucker, weet je wel. Maar dat kwam ook, weet je wel. Kijk, Jeroen was ook net begonnen. En die wilde natuurlijk ook niet onderuit gaan. Dus als hij het idee had van dit past niet bij mij... dan pleurde het gewoon weg. En dan was gewoon door met de show, weet je wel. Maar het was wel zo, toen ik jaren later met Jeroen wel eens in de nacht zat... Het was hij ook alweer wat ouder en had hij er iets meer scheid aan. En dan was gewoon een compleet andere jongen mee te werken, weet je wel. Was gewoon... En zijn vriendschap is wat dieper geworden. Ja. Maar in het begin dat dan... Ik had ook een heel andere levensstijl. Dus om nou te zeggen dat ik echt de meest normale was om als collega te hebben. Weet je, Het is altijd zo geweest, maar dat hielp ook niet mee. Nee. Dus dat is dan misschien ook nu wel veranderd, zo met de jaren. Ja, weet je, nu ondertussen ik sta met 1 been in het graf, weet je. Je hebt 3 kids, je denkt over dingen iets vaker na. Ja. Het is wel zo dat...
Kijk, wat ik nu wel doe... Kijk, ik zeg wel dat we nu eigenlijk maar wat doen. Maar het is wel zo dat we... kijk, je krijgt natuurlijk vanuit Slam... krijg je een bepaalde opdracht mee. Toen begonnen stonden we op een bepaald percentage. En dan krijg je natuurlijk mee van... je moet je richten op dat type mens... die in die leeftijd. Je kent het gouden hoewel. Dus het is wel dat ik met die jingles en handel... daar wel rekening mee hou. Veel meer dan 20 jaar geleden, laat maar zeggen. Toen was het gewoon van, oké, we doen het maar gewoon. En dan kijken we wel naar het schip strand. En nu is bij die voordeur wist ik al dingen. En dat was lang geleden was het niet zo. Dan gooide gewoon echt alles eruit, weet je wel. Maar je houdt wat meer rekening met de doelgroep dus. Veel meer. Je probeert het ook niet te absurdistisch te maken, omdat ze het dan gewoon niet meer snappen, weet je wel. Denk ik ook nog abstract. En dan is het toch... De meeste mensen denken niet abstract. Dus als ik me daar helemaal in verlies... Ja, dan snapt de luisteraar eigenlijk binnen 20 seconden... werkelijk niet meer waar ik naartoe wil, weet je wel. En dan kan je net zoveel lagen in een jingle bouwen wat je wil. Maar alleen ik snap het en de rest niet. Op een paar autisten in Nederland... waarvan je dan een appie krijgt van... oké, dit was echt wel funny. Je houdt wel wat meer rekening mee nu. Ja, en ook het feit dat ik je vader ben. Je kan ook niet meer alles maken. Nee, natuurlijk. Want je krijgt natuurlijk 10 keer zo hard terug. Ja. Ja. Nou ja, en het blijft overal wel staan of te horen. Of dus dat het alles klopt. Stelt mee natuurlijk. Ja, je houdt er wel rekening mee. En ook met die camera's, weet je wel. Dat was toen ook niet zo, weet je wel. En nu, ja, het is... je wordt ook ouder, dus je wordt wat minder impulsief, weet je wel. Je hebt het iets meer in... Of tenminste, ik heb het iets meer onder controle nu. Ja. En je hebt uiteindelijk dus 2 jaar inderdaad die ochtendshow gedaan. Maak je nog anders radio op het moment dat je weet dat het allemaal tijdelijk is? Of maakt dat niet zoveel uit? Maakt geen zak uit. En zeker misschien in die beginperiode niet zo, want je was toch een beetje het voorprogramma van Evers natuurlijk. Ja, klopt. Nee, dat maakt geen bal uit. Want weet je wat het is? Kijk, met Jeroen en Michiel was de band al vrij snel, vrij sterk. Omdat je hebt 3 groentjes die gewoon uit de klei worden getrokken, op een zender worden gegooid en zoek het maar uit. En dan vanaf dag 1 wel gecoacht worden, maar ook gebashed worden, weet je wel. Ja. Dus het feit, en dat is nu ook, weet je wel, als je het juiste clubje hebt, dan maak je gewoon radio's als je het wilt doen. En of je nou weet dat het voor een maandje is of voor een half jaar. Nee, dat heeft eigenlijk nooit echt het is nooit een belemmering geweest. Nee. Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. Nou goed, na 2 jaar hield het in ieder geval, want we hebben het nog over de Morning Jam op 538, hield het in ieder geval voor jou op. Ja. Dat wist je natuurlijk deels wel. Wat ben je daarna genoemd? Want dan was het wel even een tijdje niet op de radio, toch? Ja, dat volgens mij kwam vrij snel daarna... 5-8 hield het op toen dat Wessel geregeld. Dat ik bij... Jorin... Hoe heet die broer van Frank Dalen? Jorin FM. Robert Jensen. Het had Wessel geregeld dat ik even een gesprek had met Robert voor de ochtend. En die zat er met paparazzi, denk ik, in die periode. Maar dat interview, of tenminste dat kennismakingsgesprek, dat strandde ook vrij snel. Hoezo? Ik had een vormgeving had ik meegenomen. Jensen kende het maar sumier, die dat gewoon een paar keer geluisterd. En sowieso, onze karakters, weet je, liggen echt mega uit elkaar. Maar wat niet hoeft te betekenen dat je niet met elkaar samen kan werken, weet je. Dat maakt er geen bal uit. Dus ik liet die vormgeving zo, begonnen ze te babbelen. Waarop Robert vroeg van, wat vind je van mij? Ik zeg, weet je, je bent echt wel een goede radiomaker. Ik zeg, af en toe ben je gewoon super hilarisch. Ik zeg maar, de talks zijn af en toe duren gewoon veel te lang. Hè, dan heb je 1 keer een goede grap gemaakt, 2 keer een goede grap gemaakt. En dan ga je gewoon nog 3, 4, 5, 6 minuten verder. Ik zeg, eigenlijk kan het gewoon echt niet. Waarop hij zei, dat ben ik niet met je eens. Waarop ik zei, maar krijgen jullie dan geen luistercijfers? Ze scoorde een ongelooflijk kut. Ja, toen keek die baan, het was ook meteen klaar. toen kon ik vertrekken. Dus met Jens is het ooit wat geworden. Wat mooi. Dus dat Jorin ging dat niet door. En toen, ik denk iets daarna, heb jij daar een tijdslijn voor je? Want ik weet niet wanneer ik bij Radio Nationaal zat. Volgens mij hebben wij, dat was 2005 was dat, hè? Ja, bij Bart van Leeuwen was je. Ja, klopt. Dus dat was toen het eerste dingetje volgens mij, dat Bart van Leeuwen belde. Van zullen we radio maken?
Maar die ken je nog uit je 538 tijd, denk ja, ik. Ja, en dat is, weet je wel, ja, je moet dan een vreemde zijn, wil je met die Bart van Leeuwen geen goede klik. Ja, ik vond het een hilarische vent, weet je wel. En hij zei toen van, ja, hey, ja, kom hier, dan kunnen we de ochtend doen. Nou, ik denk, ja, prima, weet je wel, weer een lekker radiootje maken. En, maar ja, met Bart was eigenlijk ook echt wel funny, weet je. Want dat was wel weer compleet anders, Nederlandstalig. Dus die eerste twee maanden waren een shock. Want je hebt Nederlandstalig en je hebt Nederlandstalig, weet je wel. Ja, dat was gewoon fucking kut, weet je wel. Ja, dat kwam het eigenlijk wel op neer. Wat grappig is, als je maar lang genoeg met die bullshit wordt gebombardeerd, ga je het ook gewoon meezingen. Nee, maar zo, ja, weet je, tuurlijk, dus ja. Eigenlijk maakt het ook geen bal uit op wat voor zender je zit, weet je. Het is gewoon even het assimileren van die handel. Ja, het was natuurlijk ook een rare zender, weet je. Want het was een AM-zender. Volgens mij was ik weet niet eens wie de eigenaar was in het begin. Maar dus op een gegeven moment kwam er ook een geldschieter bij. En weet je, en dat liep allemaal kloten. En dan werd zijn salaris weer even niet betaald. Maar ik bleef gewoon maar lekker doordouwen. En op een gegeven moment kwam Ruud Hendricks om de bord. Die had wel zin om die token over te nemen. Want toen kwamen die 2003, De veiling. Ja, dat was 2003 dan. Ja, dat was volgens mij 2003, ja. Ja, dus deze was, dat Nationaal was dan in 2003. Toen piste Nationaal naast de pot. Want op papier was Nationaal toen de enige zender die aanspraak zou maken op dat kavel. Ja, het was ergens was weer beklonken en piste dus naast die pot. En toen had Hendrik zoiets van, oké, hier ga ik mijn geld niet in douwen. Weg met die AM-zender. Dus toen stopte die handel weer. En toen daarna ben ik dan een jaartje ambulance gaan doen, volgens mij. En toen kwam 538 weer in één keer. Ja, sorry. En dat was 2005. Dus ja, Nationaal was 2003 en uiteindelijk inderdaad 2005. Maar had je bij Bart van Leeuwen dezelfde rol als bij de Morning Jam, of ja, niet? Ja, eigenlijk wel. Maar dan moet je natuurlijk weer... Kijk, Bart is natuurlijk weer een hele andere vent. Hè? Super lief, zacht karakter. Maakt toch een soort van... Maakt heel erg gebruik van zijn stem en toch van zijn sfeerradio. Bart had ook gewoon zien van maak maar je bullshit. En dan kijken we wel of we... En Karel Verkoot was volgens mij daar toen de directeur. Maar het was een hilarische vent was dat. Dus die hadden zoiets van, ja, we gaan gewoon radio maken. Het was allemaal niet zo serieus natuurlijk, omdat het nog niet zo groot was. Hè. Dat stelde natuurlijk eigenlijk helemaal geen zak voor. Dus elk lijp dingetje wat we konden doen, ja, dat vonden zij al mooi. Want ze zaten toch niet met echte A-jongens te werken. Op zo'n Bart van Leeuwen en Karel Verkoot na natuurlijk. Maar het was toch wel, dat had een beetje een lokaal iets. Maar daarop niet minder leuk natuurlijk, weet je. Dat was gewoon, ja, fucking funny af en toe. Nou ja, van Bart van Leeuwen naar de ambulance. Ja. En toen belde Rick, denk ik, weer, of niet? In 2005 dus. Ja, klopt ja. Ja, Rick, tuurlijk Rick. Want heb je altijd met hem wel contact gehouden trouwens? Nee, dat is het geinige met Rick. Als je met hem werkt, dan is het heel intens, weet je wel. Maar daarbuiten is ook meteen patsboom klaar. En dat bij mij ook, weet je wel. Dus het ligt niet zozeer alleen aan Rick. Ik ga ook niet bij mensen over de vloer. Ik ga ook niet naar verjaardag. Ik ben best wel een kluizenaar, weet je wel. Want ik moet mijn leven moet ik zo prikkeloos mogelijk maken. Dus ja, het is niet dat we dan wekelijks bellen of dat helemaal niet. Maar Rick weet ook van, als ik over 3 jaar weer wat ga doen en Roosland heeft niks te doen, dan kan ik hem bellen en dan is de kans groot dat hij toch weer komt. Ja. En Rick is gewoon, vind ik, een hele goede radiomaker. Ja, hij is super snel, af en toe wel afwijkend qua... Over heel veel dingen denken we hetzelfde. Over sommige dingen ook wel niet. Maar ja, weet je wat? Rick is ook af en toe... Rick heeft echt een bunker af en toe voor zijn kop, weet je. Dan roept hij maar wat, weet je. Dat je denkt van, oh jezus, gozer. Maar dat vind ik ook wel lachen, weet je. Want ik vind ook wel lachen om met afwijkende lui te werken. Ja, dat maakt het gewoon, ja, dat maakt het gewoon... En toch een klein beetje wrijving krijgt misschien. Ja, precies dat, weet je wel. En met Rick was ik het ook niet altijd eens, weet je. En Rick heeft me ook meegemaakt in de periode... Ik heb het al eens eerder gezegd dat ik half Colombia in leven hield. Ja, en dan is het natuurlijk voor zo'n vent ook super moeilijk om met zo'n gast te werken. Ja. Maar we sloegen ons er wel altijd doorheen, weet je wel. Aan de andere kant vond hij het ook weer, weet je, af en toe maak ik zulke lijpe shit, weet je wel. Dan liet ik het horen en dan ging eigenlijk alleen maar zijn ogen dicht van gast, weet je wel. Maar hij zond er toch uit, weet je wel. Dat was eigenlijk wel, ja, dat was wel lachen. Dus waar Jeroen hem op de lied drukte, zond hij het gewoon uit?
Dat is het verschil. Ja, nee, 9 van de 10 keer wel. Soms, soms, weet je, het gebeurde niet vaak, maar soms, weet je, had ik zoiets, ja, eigenlijk gewoon, weet je, afschuwelijks gemaakt, weet je, te hard, te grof. Ja, weet je, na 10 seconden drukte hij al op stop voor je gozer, weet je. Dat gaan we gewoon echt niet doen, want we worden aan alle kanten gecanceld, weet je wel. Maar nee, 9 van de 10 keer snapte hij wel waar ik naartoe ging en... En met Rick was het wel zo dat we in een bepaalde flow kwamen. Dus de ene vormgeving die ik maakte, greep vaak terug op de vormgeving daarvoor. En dan kreeg je een soort flow, kreeg je dan. En dat was met de manier waarop Rick radio maakte, was het wel makkelijk voor een gast als ik. Die kon ik voortbeduren op de handel of op de sfeer waar ik op dat moment in zat. Ja. En dat is wel lekker met het werken van Rick. Die legde me wat dat betreft niet echt heel veel stroom in de weg. Nee. Maar was hij ook degene die jou vroeg voor midden in de nacht, Rick? Ja, hij had toen gebeld van zou je het willen doen. En toen had ik zoiets van, oké, dat is dan wel weer lachen. Toen moest ik nog op audiëntie komen bij Niels... Hoogland. Ja, Niels had me in 2000 meegemaakt, weet je wel. Toen was ik echt verschrikkelijk als werknemer, weet je wel. Dat, ook, weet je, ook ruzie gehad daar in die hut. Halve vechtpartijen en ja, weet je, ik was gewoon, weet je, ja... Het sloeg eigenlijk soms ook helemaal nergens op. En ja, dus Hoogland zag de bui al hangen. Dus ik moest wel twee keer bij hem komen. Zeiden, ja, weet je zeker dat je gestopt bent met alles? En ja, nee, ik gebruikte helemaal niks meer. En ik was wel een stukje rustiger geworden. Maar ja, weet je, binnen 3-4 maanden was de puinhoop in die nacht, weet je. Bij midden in de nacht. Maar ja, hoort die gozer nou, die directeur? Jan Willem? Ja, Bruggeweert. Ja. Bruggeweert, die maakte de fout. Want op een gegeven moment had ik één keer een gesprek met Niels. Toen met Bruggeweert en met Hoogland. En waarop Jan Willem zei, je krijgt carte blanche. Ja, dat is natuurlijk de grootste fout die je kan maken bij een gast. Dus want ik heb geen grenzen. Hè? De grenzen die ik heb, dat is... Die fake ik, want ik heb echt geen grenzen. Zowel links als rechts, I don't give a fuck. Ja, want ja, lekker belangrijk. En ja, die fout heeft hij gemaakt. Dus op een gegeven moment ontspoor dat programma natuurlijk gigantisch, weet je. Want toen hadden we Koert Walraaf als producer. Koert die nu ook weer met Rick bij NPO zit. Ja. Ja, en weet je, en dat trio, wat Rick, ja, zoiets van, ja, we doen alles om aandacht te krijgen. Koert, ja, qua normen waar, dat hij ook ziet van, oké, Erik, als jij die kant op wil, dan produceer ik wel de shit voor je. Maar ja, weet je, op een gegeven moment liet het natuurlijk compleet uit de klauwen dat Koert ook een aantal pornosterren had uitgenodigd. En iedereen liet dan naakt door die studio, weet je wel. En nou, het was gewoon verschrikkelijk. En toen, ja, volgens mij was de mol toen al eigenlijk daar zo. Ja, die ging toen echt wel uit zijn pan van deze gasten moeten eigenlijk van die zender af. Ja, en het mooie was, het was natuurlijk de Koninginnenweg nog. Villa-wijk, Hilversum, met de buurman en de buurvrouw, ja, weet ik het wat allemaal. Dat, ja, Villa Kakelbond. Ja. Maar dat was, weet je... En toch, weet je, als je in zo'n klein clubje zit, eigenlijk net als hier bij Slam, weet je, als je in een kleine omgeving zit, brengt dat wel een bepaalde sfeer mee, weet je wel. En dat straalt zich uit over de andere jocks. En dat was daar natuurlijk ook, weet je wel. Het was zo'n, Linda Duval zat er, Dennis Ruijer, ja goed, weet je, Jeroen Nieuwenhuizen. En het was zo'n jong clubje en iedereen was eigenlijk zo gek als een deur, weet je wel. Ja, en toen in 2005, die nacht, die scoorde toen wel als een malle. Volgens mij waren toen ook het enige nachtprogramma waarop nu commercials in werden verkocht. Ja. Maar ja, op een gegeven moment was dat, weet je wel, ik raakte weer helemaal van het padje. En weet je wel, ik was gewoon op het laatst niet met de handhaven. Ik deed alles wat God verboden, of ik maakte alles wat God verboden had. En, maar ja, het scoorde toen wel, weet je wel. En Rick die kon het toch altijd wel een bepaalde draai geven. En dat is dan wel het lekkere met werken van het werken met Rick. Dat hij probeert je wel tot het gaatje te verdedigen. Maar ja, ook bij hem kwam op een gegeven moment een punt dat je dacht... Oké, Rosa, fuck jou, weet je wel. Ja, toen werd ik weer uitgeklapt daar bij 538. We gaan even terug naar de tijd. Midden in de nacht, Rick. Ja. Hallo, Rick. Oh, Tony. Doe je radio wat zacht, ik weet niet wie, hoe heet je? Oh, Tony. Ik zie de radio wat zacht. Hallo?
Hallo, met wie? Hallo, ik ben Henk. Hallo, Koen. Hallo. Hallo, Henk. Hallo, Henk. Ik had voor een spelletje. Wat voor spelletje dan? Als je een soort van bingo, en dan ga je nog een hele avond van 6, 37, 4, en dan ben je bingo, en dan... Dit wordt weer een nacht. Oh. Zoiets. Ja, briljant bedacht, Henk. Henk was het toch, hè? Mijn vader heeft een drukkerij. Hoe heet je verder, Henk? Van der Lek. Telefoon. Stel maar een vraag. Hoi, ben jij een man? Nee. Je bent geen man? Nee. Verdacht. Wie wil er met ons nog spreken? Heel snel naar de volgende. Hallo, de FV Radio. Ja, goeiedag. Goeiedag. Met wie? Je spreekt met Jan Smit. Hè? Jan? De Jan? Jan? De Jan Smit. Doe een stukje zingen eerst. Als de nacht... Nee, verdwijnt in de zon. Verder. Wie schijnt als ik jou zo zie? Geloof ik nog steeds niet. Nee. Nou, wie zit er naast je momenteel? Mijn chauffeur, maar mijn kor. Annemieke. Jan, nee, hoe heet je zus? Monique en Jenny. En is die lelijk of lekker? Nee, die zijn lekker. Ja, ja, ik heb het familie. Ja. Hey Jan. Ja. Luister, pik. Doe toch even normaal, je zit toch niet te luisteren naar dit radioprogramma? Nou, wij komen natuurlijk elke nacht laat thuis. En dan rest er maar één ding, dat is Rick in de midden in de nacht, Rick. Van Landendolder, goedemiddag. Goedemiddag, met Erik Jan. Ik had even een vraag. Verkopen jullie ook cavia's? Ja. Wat kosten die dingen? Die zijn 13 euro per stuk. Hoe groot zijn die? Passen ze in de hand of niet? Even kijken, is het van kindje of niet? Nee, van mezelf. Oh, oké, okay. Passen ze in de hand. Ja, ze zijn wel iets groter. Want ja, ik weet niet hoe groot je hand is. Nou, ik kan er een cup C mee vastpakken. Maar wat vind je zelf leuk aan cavia's? Nou, helemaal niks, maar ik wil ze als stressbal gebruiken. Want maken die beestjes... €13 per stuk. Dank u voor deze nieuwe morgen. En dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Ja toch. Wat zeg ik? Midden in de nacht. Radio 538. Nou, oh my god. Ja. Een klein boeket uit wat je hebt gemaakt. Holy shit. Maar neem ons even mee dat brein in van je. Als je die cavia... Zoiets, maar wat hoe gebeurt gaat er dan? Dat? Ja. Hoe gaat zoiets? En dit is niet de enige. Want er zijn er echt tientallen. Ja, dat is echt, het, heb ik eerder gezegd, het wonderlijke van drugs, weet je wel. Dat, ja, maar weet je, dat zat je s'avonds thuis en dan, ik weet niet wat er naar binnen ging. En één keer dacht je gewoon aan die cavia. Weet je, het was echt heel lijp. En dan ging ik de volgende dag zat ik dan bij Rick in de productiestudio. En zei ik van ja, zullen we gewoon een nummer over die cavia's maken? En dan was het wel zo, dan had het zich al een paar dagen opgebouwd. En dan, ja, geen idee. Gewoon die cavia schoot in één keer in mijn kop, weet je wel. En dat ging dan 2, 3, 4 dagen. Op 4 nachten ging dat ermee in die uitzending. Ja, op de 3e, 4e dag had ik zoiets van, oké, dan gaan we daar gewoon een nummertje over maken. En ja, het was dus terugluisteren. Holy shit, hè. Maar goed, ja, wat ik zeg, je doet me wat, weet je wel. En dan zo'n belletje erachteraan als een Utrechtse dierenwinkel. En dan moet je dan ook een mazzel hebben dat er zo'n giet, laat maar zeggen, oppakt. Ja, dan ging je gewoon maken en uitzenden. Ja, dat, ja, holy shit, waarom? Ja, geen idee. Dat, nee, ja, dat ontstaat gewoon of zo. Ja, ja. Dat zeg ik. Dat, met dat cavia-verhaal, dat begon, laat maar zeggen, op een donderdag of een vrijdag. En dat ging dat een paar dagen mee. En in één keer merkt hij dan dat er luisteraars er toch wel op reageerden. En dan is hij van, oké, dan gaan we daar gewoon een nummertje over maken. En dan kijken tot hoe lijp je het kon maken. Zo ging dat eigenlijk steeds bij Rick in die nacht. Ja. Maar ja. Maar de nacht is natuurlijk ook... De nachtradio is natuurlijk compleet anders dan wat we nu doen tussen 17 s'avonds en bijvoorbeeld een ochtend. Ja, dat is een hele andere tak van sport, weet je wel. Want ze luisteren op een hele andere manier. Ik had het idee dat ze ook dan veel langer luisteren natuurlijk, weet je wel. Want je hebt toch vaak te maken met vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs, bezorgers en een zootje studenten. Maar alles wat thuis zat lam
9 van 10 keer gewoon lam te luisteren. Hè? Ja. Dat, dus op een gegeven moment merkten we, je kon gewoon alles roepen, weet je. Ze vonden gewoon, ja, die vonden alles prachtig. Maar dat is het lekkere van de nacht. Ja. Nobody gives a fuck. Ja. Snap je wat ik bedoel? Want commercieel gezien was je totaal niet interessant voor de directie van 538. Ze luisterden niet eens, weet je al. Je kon van alles nog wat roepen. Die luisteraars die hadden zoiets van, ja, er gebeurt hier in ieder geval iets meer dan bijvoorbeeld een Radio 1 of een Radio 2. Ja. Dus degene die gewoon lijpe handel wilde, ja, die klapte gewoon op 538. En eigenlijk kon je gewoon alles doen en roepen in die nacht. En je had ook alle tijd. Want, toen we begonnen, toen draaide je, laat maar zeggen, die welbekende 11 platen per uur. Ja. Aan het eind van de rit. Ja, als ze maar hadden, draaide misschien nog één track per uur, weet je wel. Die hele playlist door de shredder. Ja, alles werd weggeklikt. En, ja. dan, op een gegeven moment kwam Koert geloof ik ook met het idee van, ja, laten we dan elke avond gewoon een aantal dronken meiden uitnodigen. En ja, dus er bleef eigenlijk geen ruimte meer voor liedjes over. Dus nee. Het werd alleen maar gevuld met al die onzin, jingles. En dat Henk van der Lek kwam, dat kwam ook nog even voorbij. Ja, dat hele verhaal met die Henk van der Lek, dat ontploft echt. Want dat was toen het lekkere. Je had natuurlijk geen camera's. En ik denk dat de eerste dagen, misschien wel weken, hadden, laat maar zeggen, 7 van de 10 luisteraars geen idee dat ik dat mannetje was. Ja, op een gegeven moment werd het natuurlijk zo absurd. Maar dat kwam omdat het eerste belletje zo gaan van die Henk was gewoon echt een normaal belletje. Dat hij een plaatje aan vroeg of wat dan ook. Per gesprek, per dag, werd het gewoon steeds lijper. Ja, dus het duurde niet heel lang dat hij dacht, oké, weet je wel. Maar ja, dat was ook eigenlijk best wel hilarisch, omdat het was ook allemaal niet voorbereid. Dus ik ging gewoon zitten en Rick moest maar kijken hoe die het op ging lossen. En ja, weet je, op een gegeven moment had hij geloof ik ook, had die Henk dan ook al vrij snel na die eerste keer dat hij gebeld had, seks met zijn zustertje of zo. Hij zat in een of andere opvang thuis, weet ik veel wat. Ja, weet je, het was gewoon, ja, absurd. Dat was gewoon. Weet je, absurd. Het komt toen en het kan in de nacht, toch? Dat is ook wel een beetje wat het is misschien. Nee, nog steeds. Ja. Weet je, het kan nog steeds in de nacht. Ja. In de nacht kom je gewoon met veel meer weg. En je hebt een hardcore groepje luisteraars en daar doe je het voor. Dus je kan gewoon echt veel meer en nog steeds zonder dat er gezeik op je afkomt. En dat heb je op die andere tijdstip heb je dat gewoon niet. Weet je, dan moet je gewoon veel meer aanpassen. Wat ook normaal is, weet je. Ja. Ook niemand zit op deze bullshit te wachten om 10 uur 's ochtends bijvoorbeeld om... Nee, precies. Nee. Dus die nacht wel zwaar, maar qua creatieve vrijheid gewoon grenzeloos, weet je wel. Ja. Je kon gewoon echt alles doen. En dat hebben we ook gedaan, denk ik, weet je wel. Ook met Koert, met al ze gasten die uitnodigden, weet je wel. Het was eigenlijk gewoon één groot gekkenhuis. Weet je, want zeg maar, die taakverdeling was een beetje... Koert, die regelde dat soort... die deed meer een beetje productie. Die regelde de dames en al dat soort dingen. Jij natuurlijk vormgeving. En ook nog wel ook een beetje in die productiekant. Of echt gewoon volledig op die jingles en vormgeving. Ja, ik deed niks, behalve die vormgeving. Nee, ja, goed, dat is natuurlijk... Of tenminste niks, maar... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste. Maar wel, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik deed al in de vormgeving. Ja. Koert trapte die show helemaal vol. Ja. Rick pakt het meeste geld. Die ging gewoon zitten. En nee, maar ja, goed, weet je. Maar dat is, weet je wel... Soms hoor je wel eens gemekken van... Ja, die DJ die doet niks of wat. Ja, maar zo werkt dat gewoon, weet je wel. Kijk, nu ook met Daniel. Daniel, kijk, als er een gast komt... Dan gaat Daniel zitten en die leest gewoon helemaal in die gast die komt. En die komt vaak met de meest geinige weetjes. Kijk, en Julia die trapt ook die show vol. En ik doe ook die vormgeving, weet je. En het rapje aan het begin en alle bullshit. Ja, dat is gewoon de taakverdeling. En dat is gewoon het zit. Ja, natuurlijk. En dat is prima zo. Ja, nou ja, en dat hoort ook natuurlijk op die manier bij een radioprogramma. Ja. Maar over die vormgeving, ik kan me herinneren dat... Ja, Rick stond ook nog wel uit op video toen al, volgens mij. Ook de uitzending hij was zelf. Hij was de eerste. En ik heb jou ook nog wel eens vormgeving zien maken. Dat je gewoon bij Rick thuis zat, volgens mij. Ja, en dat klopt. Werd ook live uitgezonden. Ja. Er was gewoon een bepaalde schare fans die dat wilde zien. Ja. Hoe jij die jingles zat te maken. Ja, nee, dat Rick was toen... wat dat betreft, nee. Met veel dingen is Rick... Weet je, hij is zo gek als een deur. Maar hij is wel visionair met bepaalde zaken. En met die camera's had hij al heel snel in de gaten... Dit gaat hem worden, weet je wel... En je had nog helemaal niks, weet je. Je had alleen maar internet. En volgens mij bestond YouTube nog niet eens, weet je wel. Maar
Dus dan kwam Rick met zijn E-team bus volgepropt met koffers en stekkers en teringzooi. En dan kwam hij dan naar boven, weet je wel, hijgend als een paard. En dan werden die koffers uitgepakt en dan ging Koert ging dan 3, 4, 5 camera's ophangen. En dat moest allemaal aangesloten worden. Want ik denk dat daar een van de eerste waren die toen met beeld bezig waren. Ja. En bij Rick thuis ging dat gewoon door. Want tijdens het maken van die vormgeving klapte die gewoon de camera op. Ja, er zaten gewoon, weet ik hoeveel luisteraars zaten te kijken hoe ik alleen maar aan het godveren was. Omdat het niet ging zoals ik wilde, weet je. Ik ben geen... Kijk, als je kijkt naar Patrick Wolde, die hier de vormgeving bij Slam doet. Kijk, die jongens weten echt waar ze mee bezig zijn. Maar omdat ik uit het niets werd getrokken. Ik heb me er ooit echt nooit in verdiept in al die programma's die er zijn. Dus ik doe echt de basisdingen, weet je wel. En dat was toen ook al. Ja, dan loop je te klooien en te kloten en gaandeweg. Maar ik wilde ook niet te veel weten van die programma's, weet je wel. Het moet ook niet te gelikt gaan klinken. Ik hou ervan als programma's kut klinken, weet je wel. En, maar heel even voor de nerds, waar maak jij het mee dan? Wel met Pro Tools nu, denk ik, of niet? Nu Audition doe ik het nou mee. En, van Adobe, toch? Ja, Adobe. Ja. Dus ik kijk, zoals hier knip ik de handel voor in Adobe. In dat Audition dan. En dan, dan gooi ik het best wel rauw. Gooi ik het richting Patrick Wolda. En die maakt er echt een slam dingetje van. Weet je wel, daar gaat een sausje overheen. En, dus dan klinkt het altijd wel gelikt. Had ik het maar ooit, weet je wel. En dat kan nog steeds, maar het zit niet in me. Ik weet je wel, het kost me te veel tijd om die programma's te leren. Maar als ik kijk hoe snel zo'n Patrick klaar is, denk ik, ja, gast, voordat ik zover ben dat ik dat in die korte tijd kan, zijn we toch weer 3, 4 jaar verder. En daarbij, het is ook geen core business van me, weet je wel. En ik ben er ook voorstander van om de programma's waar ik in zit in ieder geval, om die niet te gelikt te laten klinken. Het moet een beetje kut klinken. Niet tenenkrommend, maar het hoeft niet helemaal af te zijn, weet je wel. Want je hoort het ook in de uitzending hier bij Slam die we nu hebben. Het gaat ook vaak mis, weet je wel. En soms, weet je wel, hoor je Daniel ook wel zuchten, weet je wel. Zoals Rick dat ook deed, weet je. Zoals Jeroen Nieuwhuis dat ook deed. En, want het is af en toe ook wel kut om met een gast als ik te werken, want ik heb er gewoon scheid aan, weet je wel. En als het dan compleet misgaat, ja, dan vind ik het juist lachen. Terwijl Daniel dus is van gozer, weet je wel. Ja. Waarom, weet je wel. Dus, maar ja, goed, ik ook die wrijving moet er af en toe wel een beetje zijn, ook in het team, mits het gezonde wrijving is. Ja. Snap je? Ja. De Broadcast Podcast. Nou, als je kijkt, in de afgelopen jaren heb je natuurlijk zoveel gemaakt. Er zijn heel veel dingen gedelete, maar als jij nu zo iets moet... Als je nu zo aan een jingle of aan iets moet denken wat jij gemaakt hebt, waar ben je nou het meest trots op wat je misschien jaren geleden al gemaakt hebt of laatst? Of? Ik denk dat die de spelletjes die we altijd deden, dat de vormgeving daarbij, dat is toch wel het... Jezus, jongen, daar vraag je wat. Nee, echt favorietjes. Nee, echt favorietjes heb ik niet. Als ik al die handel afluisteren, wat ik eigenlijk nooit doe. Maar wat ik zei toen ik 2,5 jaar geleden met Daniel Lippers begon, kwam die met al die shit. Soms heb je wel zoiets van, oké, dat klinkt wel heel erg vet, ja. Maar ik om er nou echt pareltjes uit te plukken. Dat is lastig. Nee, weet je, het was wel zo dat we ooit hadden we een keer met dat hele Bed & Ernie verhaal een kerstnummer gemaakt. Waaruit bleek dat heel Sesam Street aan de druk zat. En weet je wel, en dat was eigenlijk wel funny. Bestond het toen, laten we zeggen, YouTube en Insta zoals nu, dan waren dat echt wel klappers geweest. Ja. Hij won al heel wat zielen. Als hij hier kwam dienen. De eerste gram kreeg je altijd cadeau. Let it snow, let it snow, let it snow. Wee! Maar, Nee, want ik eigenlijk denk ik ook nooit meer terug aan de uitzendingen die we hebben gehad. Dat, je weet natuurlijk dat sommige dingen heel erg goed scoorden, maar op een paar dingen na probeer ik toch altijd wel weer in een nieuw seizoen, in een nieuw jaar, het ook weer met nieuwe dingen te komen. Want anders blijft wel heel erg hangen. Kijk, het enige wat we nu nog gebruiken is dat Hotel de Boot, hoe lang draait mijn schotel als spelletje. Weet je wel, een kop en voor schotel en slinger geven, dan kijken hoe lang die draait. Ja, super suf. En dat Chopper Bob. En dat is het enige wat we nog van lang geleden gebruiken. Ja. En de rest proberen toch altijd wel weer
ja, een beetje fris en nieuw te houden. Ja, ja, ja. Want het is niet dat jij je computer nog vol hebt staan thuis met... Ik heb helemaal niks. Nee, je hebt helemaal niks zelfs. Nee, ik heb helemaal niks. Dat is wel zonde. Ja, vind je niet. Ja. Nee, ja, nee. Kijk, zoals... Maar dat, weet je... Nee, ja, nee, ik heb niks. Ik heb niks. Ik toevallig... mijn zoveelste relatie klapte weer een paar maanden geleden. Dus toen moest er weer verhuisd worden. En vorige week opende ik een doos. En dan zie je een paar krantenartikelen. En dat is eigenlijk het enige wat ik nog heb. Maar qua vormgeving... Ik heb wel cd's. Maar ik heb geen cd-speler meer. En ik heb nog wel die mini-discjes. Ja. Er staan dingen op. Ik heb geen idee wat. Maar ja, dat nee, ik luister eigenlijk nooit terug. Nee. Nou ja, Jeroen Nieuwenhuizen zei toen dat hij nog wel heel veel had. En ik denk dat Rick ook nog wel het een en ander heeft. Nee, ik denk dat Rick echt alles heeft nog in die computers van hem. En Jeroen had nog heel veel zitten. En Michiel Veenstra. Maar ja, wat jullie nu laten horen, hilarisch. Want ik zou niet eens weten waar je het vindt. Weet je wel? Ja, precies. Ik maak het, we zenden het uit en dat is prima zo. Ja. Ik vind je vrij bescheiden erover doen. Want als ik aan jou denk, dan denk ik wel echt aan vormgeving ook. Ja, gek hè? Je hebt dingen gemaakt en die vind ik echt briljant. Dat heb ik dus niet. Nee, nou maar ja, dat kan. Dat komt natuurlijk ook op de manier waarop ik erin ben gerold. Ja, ja, weet ja. Je, ik heb het altijd als een soort mazzeltje gezien. Want hoe hilarisch is het als je, laat maar zeggen, op vrijdag nog advertenties verkoopt. En dan denk je, belt de zwart en je gaat maandag op zender. Maar ik heb er ook nooit een plan gehad, weet je wel. In één keer kwam het op je bord. Dus ik heb mezelf ook nooit echt als vormgever gezien. Nee, tuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, je neemt een blauwe, je maakt wat in elkaar. Je flast het in elkaar. Het klinkt wel allemaal gewoon echt gelikt. Ja, nee, maar ik ben er nooit echt mee bezig geweest. Nee, en nog niet. Nog niet. Als ik een idee heb, dan soms overleg ik het met Daniel, weet je wel. Laatste had je Erika over de Heide. Dat is zo'n Duits nummertje uit het lang geleden. En op een gegeven moment schoven we te binnen. Ja, hoe hilarisch zou het zijn als we daar gewoon een jingletje over maken. Want dat nummer hoor je overal terug. Hè? Laatst mijn zoontje gewoon van 9 Roblox te spelen op de iPad. En dan komt die een of andere wereld en dan hoor je dat nummer. Dus je hoort het natuurlijk overal. Ja. En ik had zoiets van, ja, hoe lach is het om daar dan op in te haken. En gewoon vormgeving van te maken. En toen belde ik Lippers van, god, ik heb dit idee. Of nee, het was hij op de werkvloer trouwens. En hij keek me aan en hij zei, nee, ouwe, dat moet je gewoon echt niet doen. Dat is boomer shit, weet je wel. Want die voelde de cancellation. Voelde hij wel weer aankomen. En toen heb ik het dus met Patrick Wolde gemaakt. Zonder dat Daniel het wist. En gewoon, weet je wel, uitgezonden. En toen zag je hem kijken van, klootzak. Ik zei toch nee. En dat is gewoon afwachten van hoeveel negatief commentaar krijg je. Maar we kregen er niks op te horen, weet je. En dan kan Daniel er ook wel heel hard om lachen. Maar die denkt dan wel, laat maar zeggen, iets meer naar dan ik. Want ik gooi gewoon alles rukzichtloos op die zender. Maar soms moet je dingen ook wel doorheen trappen, weet je wel. Als ik het idee heb van, oké, hier komen we wel mee weg. Terwijl je weet dat er natuurlijk ook een club is die erover zou kunnen zeiken. Dan neem ik gewoon de gok. Maar dan is het natuurlijk wel zo, op het moment dat er gezeik zou uitbarsten. Dan is het wel zo dat Daniel natuurlijk uit de wind goed gaat. Want het is wel mijn idee en mijn fout dat ik het heb doorgedrukt. Ja. Weet je wel, want kijk hoe je het went of keert. Er bestaan natuurlijk, kijk, ondanks het feit dat qua hiërarchie Daniel 1 is en dan ik 2. Je hebt natuurlijk ook zoiets als leeftijdshiërarchie, weet je wel. En dan, het moet niet zo zijn dat ik Daniel dan wegblaas omdat hij zoiets heeft van, die Rosa met zijn 30 jaar oudere leeftijd, laat ik dat maar doen, weet je wel. Dat moet je natuurlijk ook niet krijgen. Maar soms moet je wel eventjes, weet je, even een tikje uitdelen. Nou, je hebt 2 jaar deel uitgemaakt van het team van Midden in de Nacht, Rick. Ja. Daar kwam ook een einde aan. Ja. Het programma ging verder. Wat was de reden van jouw vertrek toen? Dat ik eigenlijk niet te handhaven was. Maar wat je net al aan gaf precies, eigenlijk. Ja, precies. Dat was... En het liep, weet je, het werd gewoon steeds gekker. En dus dat was op een gegeven moment was dat nog klaar. Er zat nog meer achter. Maar het werd steeds gekker. Kan je iets concreter zijn? Wat zijn dingen waarvan je nu denkt van dat had ik bijvoorbeeld niet moeten doen? Ja, dat hele drugsgebruik. Weet je, dat... dat ging gewoon, weet je, dat was gewoon... Ik gebruikte zo ongelooflijk veel, weet je wel. En dat qua creativiteit is het goed... Denk aan de cavia en gewoon al die bullshit nummers die had je nuchter niet kunnen verzinnen. Alleen, het is natuurlijk puur gif, weet je. Want
Vooral met cocaïne en hele shit. Je karakter verandert het doel. Weet je wel, je krijgt een korte lontje. Je gaat meer scheid aan de wereld hebben. Scheid aan collega's. Eigenlijk scheid aan een 538. Scheid aan de... weet je, dat is niet te doen. Weet maar je, deed je dat dan voor... ook 24/7. Of gewoon nee, tijdens was, ook? Nee, 24/7. Ja, tijdens ook, weet je. Af en toe zat mijn dealer, zat gewoon daar in die studio. Weet je. Nee, maar dat was gewoon 24/7, weet je wel. En dat heeft gewoon negatief impact op alles op een gegeven moment. Weet je, je kan er een tijdje op lachen. En weet je, ik ben niet de enige die is omgeklapt op een gegeven moment. Weet je, er zijn er natuurlijk meer geweest. Het is gewoon gif, weet je. Het is super gevaarlijk spul. Inherent aan ADHD en afwijkende hersens. Je wordt er op een gegeven moment ook kalm van, weet je. Je krijgt meer overzicht. Je kan je veel meer focussen op handel. Ja, de negatieve kanten zijn veel meer negatieve kanten, weet je wel. En ja, op een gegeven moment krijgt een bedrijf er gewoon mee te maken. De directie. Weet je, je doet maar wat. Je komt te laat of je komt niet. Of intern ook met collega's, weet je wel. Het gaat, ja, op een gegeven moment gaat het gewoon allemaal kut. En op een gegeven moment konden ze eigenlijk ook niet anders dan zeggen van... Oké, Roosendaal, toedeledokie, zoek het uit. Tot hier en niet verder. Want het was niet dat ze het nooit hadden aangegeven. Snap ik bedoel? Nee, maar ik kan me voorstellen dat Rick ook wel een paar keer tegen je hebt gezegd... van joh, als je zo doorgaat... Die is klaar. Rick heeft me toen wel de ogen geopend op dat ogenblik. Die had me ook deels naar huis genomen om me maar van al die prikkels weg te houden. En op een gegeven moment ging ik ook alleen maar met een bepaald soort volk om. Dus Rick die had me ook wel in... hij was streng voor me, weet je wel. En ik denk dat in elke talk zat er wel iets om een beetje wakker te houden. Of wakker te krijgen of meer inzicht te laten krijgen. En op een gegeven moment viel het kwartje wel bij me. Maar ja, het was te laat, weet je wel. Dat heeft wel een paar jaar van mijn leven gekost om het zo maar even te zeggen, weet je wel. Maar ja, aan de andere kant ook wel weer heel erg gelachen, weet je wel. Dus, ja. Maar het had, eind van de rit, het heeft meer negatieve dan positieve kanten klaar, weet je wel. Zo simpel is het. Nou ja, je 538 avontuur hield dus wederom weer op. Ja. Ben je er weer een lange tijd tussenuit geweest? Ik ben nog een paar keer bij 100% NL aangeschoven. Ja, een paar keer, ja, puur voor de fun. Ja, klopt. Ja. Ja. En je bent een paar keer bij Michiel op 3FM. Heb je dat gedaan? Ja. Ja, een paar showtjes overgenomen. Ja. En ik denk dat, even kijken, een paar jaar later toen kwam Veronica dan. Ja, 2009. Was het 2009? Ja. Oké. Okay. Rick was overgestapt naar Veronica. Ging de ochtendshow doen. Morgen, Rick. In de eerste instantie had jij niet zo'n hele grote rol. Ja, grote, mij, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was echt lijp. Rick ging die ochtend doen. En volgens mij, ik weet niet meer hoe het zat, maar volgens mij ben ik gewoon door naar binnen gepusht. Gewoon van: wil je Rick hebben? Dan krijg je die roze dan er ook bij. En vergeet je, volgens mij ging het zo vanuit het management. Want ik heb geen idee. Want ik. Hoe heet die? Unco. Unco Cervantena was daar toen de directeur. En ja, ik merk al vanaf dag 1, ik heb daar niks te zoeken. Ze willen me niet. Maar snap je, dat is heel raar dat je bij een bedrijf wordt dat je door iemand wordt aangenomen die jou niet wil zien. Weet je, dat was al... Dus ik... Ja, even terug. Nee, dat is echt raar, jongen, nu ik erover nadenk. Want ik moest mijn contract tekenen. En toen werd al meteen van meet af aan gezegd, je mag niet in de studio komen. Oké, lijp, maar oké. Dus ik moet me dan gaan richten op de vormgeving. Ja, oké, prima. Dus dat ging, laat maar zeggen, 2-3 weken goed. En toen, ja, Rick is ook een motherfucker, weet je. Dus ja, fuck hun. Kom maar lekker naar de studio. En toen gingen we gewoon itempjes verzinnen. Dat ik wel op zender te horen was, maar niet in de studio. Dus op een gegeven moment kwam ik met het item rennende meisjes. En dan ging je gewoon met zo'n codex, dat je rond kan rennen met zo'n zender, zo'n wandelzender. Ja, ja, ja. Ging ik dan door het Vondelpark rennen, ja. Tot ik een leuke giet zag. En dan ging ik erachteraan rennen. En tijdens het rennen hoorde je dan een hijgend meisje geïnterviewd worden, weet je wel. Nou goed, dan gingen we maar dat soort dingen doen. Maar ja, weet je, ik had zo vaak gezeik bij Veronica. Dat was echt wel lijpe handel. Want op een gegeven moment hoorde ik een item van Bart Arends, hoe heet die jongen? Van Radio 2? Ja? Bart? Ja, hij zat toen nog bij 3FM, denk ik. Ja, klopt. Ja? Die zat bij 3FM, Bart Arends. En die hoorde ik toen, volgens mij in het weekend of weet ik wat, hoorde ik hem met iemand ouwe hoeren dat er op Terschelling of Ameland, weet ik veel, er was geen Chinees. En ik denk, nou oké, mooi item voor mij, weet je wel. Dus Bart, bedankt. Dus ik ging die maandag mee vandoor. En waarop ik zei van, ja, ik hoorde bij Arends dat er op Ameland of Terschelling geen Chinees was. En ik vind dat we die mensen moeten bevrijden.
Dus dat werd, die dagen erop werd dat een beetje een dingetje. En ik had een filmpje gemaakt op YouTube. Oud zwart-wit materiaal van de voedseldropping in Nederland. dat we eraan kwamen om Chinees te brengen naar een van die eilanden. Dus op dag 4, 5, het werd een beetje opgepakt door die luisteraars. Dat merk je dan aan hoe de reacties zijn. Ja, dus ja. Toen was ik naar Vroningen gelopen. Ik zei, jongens, het is lachen. Ik zeg, we moeten gewoon even een paar helikopters regelen of vliegtuigen. Parachutisten en dan gewoon Chinees gaan pleuren op die eilanden. En nee, dat zagen ze niet zitten. En dat had helemaal niks met radio te maken. En what the fuck, wat... Alles wat je op radio maakt, is radio. Snap je? Dus dat alles heeft met radio te maken, wat je op de radio doet. Dus nou goed, ik had zoiets van, wat zou het gaan kosten? Ik zeg, weet ik veel. Ik zeg, €1000. Ik zeg, en dan is de kans groot dat we weer iets op tv krijgen, een itemje. En dat is toch leuk voor de marketing. Nou goed, dat zagen ze niet zitten. Dus dan ga ik het zelf wel regelen. Dus ik had de Chinees hier in huizen gebeld. Heb je nog Chinees? Ja, goed. Mijn eigen geld die Chinees betaalt. En toen had ik naar Lelystad gebeld, naar zo'n bedrijf. Van god, is het mogelijk als ik een keer tijdens een oefenvlucht of zo... dat ik meega en dat ik dan dat we naar Ameland vliegen? Op die gozer. Oh, ja, weet je, maakt niet uit, joh. Hij zegt, kom op zender. Ik zeg, ja, waarschijnlijk wel. Weet je, dan doen we regelen 2 vliegtuigen en een helikopter. Een vriend van me die spuitschietist bij Red Bull. Dus we kunnen nog een beetje spectaculair maken. Ik denk, oh, fucking funny, weet je wel. Dus ik had naar de techniek van Veronica gebeld. Ik zeg, kijk even mee, ga hem zo'n zender eronder aan te plakken. Dus die jongens kwamen ook mee, weet je wel. Duct tape over die zenders aan vastgeplakt. Dus ja, op een gegeven moment zit die Unco Cervantes zit dan in zijn auto. En die hoort in één keer dat er vliegtuigen en helikopters onderweg zijn. Ja, dus die werd echt gek. Hij werd helemaal lijp. Hè? Want dan zei hij, ja, ik heb toch gezegd. Ik denk, ja, maar gast, het kost je geen cookie. Weet je, of sterker nog, het kost je gewoon helemaal niks. Weet je, het was uit eigen zak betaald. Dus, even later, weet je wel, die avond waren we wel bij op SBS en bij RTL. En toen dacht ik, ja, toch een leuk momentje. Maar dan hoorde gewoon helemaal niks van Veronica toch lachen, weet je wel. Ja, dan weet je natuurlijk al dat het gewoon aflopende zaak is, weet je wel. En dat ik moest echt, het was elke dag een gevecht om iets te doen op die zender. Ja, dat schiet er natuurlijk ook niet op. Dus ja, na een tijdje werd ik er ook uitgetrapt en we speelden meer dingen op de achtergrond. Maar toen was ik wel even klaar met radio. En ik had zoiets van, Jesus Christ, dan houd ik me aan alle regels die er zijn. Weet je wel, ik gebruik geen drugs, maar helemaal niks. En dan word je gewoon zo tegengewerkt. Terwijl ook nog, in volgens mij heb ik toen een jaar gewerkt daar. Zo, toen gingen we van 3,2% schoven richting die 6-7%. En zo hoog hadden ze nog nooit gestaan. En wat doen die clowns? Een halfjaartje later trappen ze. Eerst gooien ze mij eruit, gooien ze Rick eruit. Pleuren ze Robert Jens op die zender. En die bracht binnen 3 maanden die luistercijfers weer terug naar waar we begonnen. Ja, dan denk ik zie van, oké, iemand begrijpt het niet. En ik ben het niet volgens mij. Dus maar goed, ja, toen was ik er klaar mee. Toen heb ik 11 of 12 van vastgoed gedaan. Maar heb je dat vaker gehad met programmaleiders? Dat je dan toch wel in een soort conclave met ze kwam van, joh, ik ben het gewoon hier niet mee eens en ik ga het wel gewoon doen. Ik denk dat heel veel jongens dat hebben, nog steeds. Ik denk dat gewoon heel veel jongens, en ook een beetje afhankelijk van bij welke zender je zit. Je zal zien als je bij een zender zit waar de top van de hiërarchie uit radiomakers bestaat, dat je dan minder vaak tegen dat probleem aanloopt dan dat bijvoorbeeld iemand die eerst directeur was bij een kinderziekenhuis, dat die dan een radiozender gaat runnen. Want die snappen radio dan niet, weet je wel. Die snappen het gevoel niet, die snappen... En ik denk nog steeds dat heel veel jongens die... En vooral de creatievelingen, want daar gaat het vaak fout natuurlijk, dat creatievelingen toch vaak wel wrijving hebben met de directie, omdat de directie vaak... waarschijnlijk hun abstracte gedachtegoed gewoon niet snapt, weet je wel. Of dat ze gewoon... dat als je buiten dat doosje gaat denken... Ja, 9 van de 10 keer loopt het al vrij snel vast... omdat ze niet snappen waar je naartoe wil gaan. Of wat ik al zei, van dat heeft dan niks met radio te maken. Maar ja, ik vind toch wel dat als creatieve lui hun gang gaan... en het wordt goed begeleid, dat je juist leuke radio hebt. Weet je, want standaard radio kan, even bot gezegd, eigenlijk iedereen wel maken. Praatje, plaatje en door met de show. Dat kan, ja. Dat kunnen natuurlijk heel veel jongens, maar... De truc zit dan juist in het feit om als je creatieve lui... En lopen er nog steeds bakken rond hè, met van die jongens en meiden. Ja, je moet het juist een beetje loslaten. Wil je boven dat maaiveld uitkomen? Dat kan je kop kosten.
Maar het kan je natuurlijk ook pluspunten opleveren. Ja. Weet je wel? Ja, en ik ga altijd uit van die pluspunten. Nou ja, je houdt het wel lekker levendig zo nu. Ah, nee. Dat is toch? Nee, maar dat ja, is maar wel is wat het is. Ja, ja. Nee, dat, en nu nog steeds, weet je wel. Het hoeft allemaal niet binnen de lijntjes. Het mag wel wat lossen, het mag wel wat lijpen. Worden ze ook bij Slam af en toe dat ze denken van Jesus, ja, maar voor alle stations waar ik heb gewerkt, werk ik bij Slam nog steeds het meest relaxed, laat maar zeggen. Ja, ja. Omdat als er iets misgaat, of als je gezeik krijgt, dan wordt het ook op een normale manier onderbouwd. En staan ze ook nog even op voor wederhoor. En soms is het agree to disagree, weet je wel. Maar dan loopt het allemaal wel wat soepeler. Maar bij Slam zit natuurlijk ook in die top van de hiërarchie. Dat zijn eigenlijk allemaal radiomakers. Weet je, of je nou ook naar Herbert kijkt of naar Zuurveen. Het zijn allemaal jongens die ook radio gemaakt hebben. Dus dat dan lopen die gesprekken wat soepeler, laat ik zo zeggen. Die snappen je misschien beter. Beter dan, veel dat, beter. Ja, kan me voorstellen. Je volgende stop was weer bij Rick van Veldhuizen. Maar dat is echt heel lang geweest. Want je hebt volgens mij 10 jaar niks gedaan, hè? Ja. Vanaf morgen. 11 jaar, ja, volgens mij wel 11 jaar bijna. Ja. Dat zou kunnen. En toen ben je die accountmanager rol gaan oppakken? Of? Nee, ja, nee, toen zat ik bij dat vastgoedbedrijf. Oh, vastgoed, ja, sorry. Vastgoed. Ja, heel lang gedaan. En op een gegeven moment in de laatste jaren had ik me ook bezig gehouden met een project met 1, 2, 3 collega's. En toen was het afgerond daar zo. En ja, dus dan kom je op zo'n punt van, oké, wat nu? Want 11 jaar voor mij bij een bedrijf is echt mega lang. En normaal was ik het 1, 2, 3 jaar en dan was ik wel even klaar mee. En toen stond ik op zo'n punt van, ja, wat nu? Weet je? En toen belde ik weer Rick van Veldhuizen. Ja, je komt er niet vanaf. Maar dat was wel mijn fucking redding, weet je. Want ja, dan sta je op zo'n punt van, wat nu? Weet je wel? Toen zei Rick van, Dominique Weesie. Van Pound. Pound, say what? Van Pound. Van Pound. Van Pound. En Rick van V doet 2 en dat is van is het helder genoeg? Die ziet het eventueel wel zitten om dan weer die nacht te gaan doen met mij. En heb ik er wel heel lang over nagedacht. Het zat 8 weken tussen. Maar op een gegeven moment werd die druk opgevoerd vanuit Rick. En dan acties van, ja, weet je wel. Het was ook wel spannend. Hè? Want dan zit je weer in een vast ramien bij zo'n vastgoedbedrijf. Weet je wel. Je krijgt goed betaald. Ik had de auto van de zaak een hele bullshit. En dan ga je toch weer wat nieuws doen. Maar ondertussen heb je ook kinderen, weet je wel. Dus ja. die cash moet wel. Dus toen had ik het zo kunnen regelen met Savills dat dat ik deels bij hun nog in dienst bleef, maar wel de nacht alvast kon doen. En dan kon ik even kijken van, oké, vind ik radio nog steeds leuk? Want anders had ik gewoon weer teruggekund naar die toko. En dat heb ik dan een maand of 6, 7 heb ik het allebei gedaan. En toen ik zie van, oké, dat radio is toch wel best wel weer lachen. Want de eerste keer dat ik weer met Rick zat, had ik wel zoiets van, fuck, dat heb ik wel heel erg gemist, weet je wel. Ik had echt in zo'n traumahoekje had ik het gestopt. Hallo, met wie? Hallo, met Elisabeth. Elisabeth? Elisabeth? Ja, jongens, ik zit me eigenlijk kapot te ergeren. Aan wie? Aan jullie. Oh, Elisabeth. Oh, wat hebben we gedaan, Elisabeth? Dat is niet de bedoeling. Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben er klaar voor. Ik erger mijn eigen dood aan die grove taal die jullie tussen bij je uitslaan. Kut, dat ben je niet. Dan doe je het weer. Oh, sorry. Ja, Rick, gedreigd toch zo. Ja. Jullie gooien met vleeswaren van de geslachtsdelen. Laten we afspreken dat we gaan proberen. Maar geef ons wel even de tijd, want dan moeten we wel. We moeten hier en daar dan even het ons aanleren om minder banaal over te komen. We gaan proberen de komende week, Elisabeth, en dat beloof ik. Minder vleeswaren. De eten erin te gooien. En dan proberen we gebruik te maken van alternatieven.
Bijvoorbeeld... Dat vind ik prima, want ik denk niet dat je moeder je geleerd hebt om zulke taal te spreken. Nee, ik ben het van stemmetje. Daar heeft u gelijk. Dus dat ik niet, dat ik bijvoorbeeld in plaats van, en ik spel het maar eventjes, een anagram, een KUT, dat ik dan bijvoorbeeld zeg poes, bijvoorbeeld. Kan dat wel? Dat maakt me niet uit. Kijk, maar nou, geen schuttingtaal. Nee. Ik vind dit verschrikkelijk. Wat was het meest verschrikkelijke woord wat je voorbij hoorde komen, Elisabeth? Je mag het ook spellen. Nee, ik spel dat niet. Want ik bezig deze taal niet. Nou, okay. weet je, u heeft eigenlijk wel een punt. En ik ga beloven dat we vanaf volgende week gaan proberen het iets te kuizigen. Te kuizigen. Dat vind ik heel fijn dat jullie dat doen. Nou, als want, u dan belooft te blijven luisteren. Nou, ik wens jullie weer eens een goede nacht. Eerst en als goed, jullie Elisabeth. Naar huis gaan, dan rij voorzichtig. Dankjewel. Dank heel lief van je. Dag. Oké, dag. Dag Elisabeth. NPO Radio 2, hallo met je. Oh, en goedemorgen, stel dat je pikkenpijpers. Ik wens jullie een heel goed weekend. En laat je vooral lekker zuigen. En tot maandagochtend. Banalen. Vijf ik het allemaal. Willem die doet mee met het spelletje van Annemiek en nog iemand. En dat allemaal waarschijnlijk op de lokale omroep terwijl hij naar ons belt. Hartstikke leuk. Welk spelletje zou je willen spelen, Willem? En wat doe je voor de kast? Welke kast? Lekker, oké. Nou, dan gaan we meteen beginnen. Hè. We doen het spelletje. Haha, zei de clown. Zegt dat je iets? Gezelligheid, vrolijkheid, positiviteit ten top. Ja, auto. Toch, hè? Ja, auto is ook positief, hè? Jazeker. Oké, dan komt hij. Hoe vaak lacht een clowntje? Was dat 7 of 8 keer? 7. Jammer, het was 10. Oh! Oh no! Ja. Mooi. Briljant. Maar ja, weet je, toen gingen we weer. Ja, dan ga je weer radio maken. Maar die nacht, het was gewoon. Weet je, dat was van 2 tot 4. En met die kids, weet je, het werd al vrij snel veel te zwaar. Weet je wel. En ik stond er bijna weer op het punt dat ik dacht van... Ah, oké, we zullen dan een lekker oppeppertje gebruiken. Dus ik had zoiets van, nee, weet je wel. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus toen zei ik ook, weet je wel, ik baalde wel. Dus ik zei wel tegen Rick van, ja, kut hou. Ik trek het niet meer, weet je wel. En Rick zijn kinderen is een oude. Dus ja, hij kan gewoon dan om een uurtje of 12, 1, 2, 3 wakker worden. Ja, dat kan bij mij op de donderdag en op maandag kan dat gewoon niet. Dus het was gewoon te lang, weet je wel. En dan ben je ook weer teer ouder. Dus toen had ik ontslag genomen. Het was eigenlijk het idee dat ik weer terug zou gaan naar Savills, naar het vastgoedbedrijf. Maar en ik belde Slam. Ja, en dat was natuurlijk wel heel lijp, weet je wel. Want we kregen een belletje hier van Jonathan Kenemans. Van ja, hoi, hoe is het? Ja, lekker jongen. Hij zegt, ik heb eigenlijk niks meer van je gehoord sinds vorig jaar. Ik denk, wat heb jij nou over? Maar het was dan de laatste radioring voordat die corona uitbrak. Oh ja, tuurlijk. Maar toen stond de kast fucking lamp, stond ik daar op die, op die vloer. En toen heeft Jonathan Kenemans had hele gesprekken met me gevoerd, maar ik had geen idee. Waarbij die al had gevraagd van, ziet ik hier zitten om daar richting Slam te komen. Ja. Maar ja, ik heb waarschijnlijk ja gezegd, weet je. Geen idee waarop. Dus hij refereerde dat gesprek. Ik zei, ja jongen, ik ben het helemaal vergeten. Hij zei, ja maar zie je het zitten. En toen was ik 48. Ik zeg, mijn hemel. Ik ben 48 oud. Ik weet niet of het nou heel verstandig is om met deze leeftijd naar zo'n jeugdsoos te gaan. Babbelen. Op een gegeven moment, met Martijn Zuurveen daar zo. Dus dan hadden we hier in Naarden een keer even wat smiddags gedronken. Waarbij ik het ook aangaf. Ik vond het heel moeilijk. Natuurlijk wil je natuurlijk radio maken bij Slam. Het is een leuk station. Ja. Ik zeg, maar ja, de eerste die na mij komt qua leeftijd, die is volgens mij 35, weet je. Dat, ja, ik zeg, ik vind dat best wel lastig. Hè? Dan zit je als een oude lul, zit je daar zo'n beetje tussen die groentjes. Ik weet niet of dat zo slim is. En waarop zij zeiden van, ja, weet je, dan richt jij maar gewoon op die radio. En voor dat marketing online gedeelte, dan blijf je gewoon helemaal buiten beeld. Het actie van ja, oké. Toen was ik nog niet echt overtuigd. En toen bleek dus dat
dat ik dan met lippen zou gaan werken, met Daniel. Ja, toen Daniel een jochie van 16 was, toen stond hij bij mij in de studio op 538. Ja, mooi. Dus ik zei, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk funny. En toen later bleek dat, dat we Julia bij Radio 1 mee konden nemen, Julia Maan. Ja, toen was wel het feest compleet. Toen had ik wel zoiets van, ik kende eigenlijk Julia helemaal niet. Maar toen had ik al hier bij Slam boven gezegd van, volgens mij is het echt wel super funny als Griet zijnde. En nou ja, goed. En ja, toen zijn we maar gewoon begonnen. Het Avondcircus. Slam. Welkom, welkom. Het Avondcircus. Ah, daar zijn we dan. Het is 6:06. Een gloedje nieuw programma op Slam. Mag ik jullie voorstellen aan het meest waanzinnige team van de Nederlandse radio? Daar zit Erik-Jan Roosendaal. Ja, dit wordt zo gigantisch de komende 3 uur... dat we gaan echt een radioland veranderen. Alles is nieuw gewoon. Ja, en voor jullie ook, hè? Het is wel, jij bent de jongste van de club. Hoe oud ben jij? Ik ben 21 jaar. Het is wel een heel vreemde vraag om te vragen of je wat iets uit kan trekken. Wat? Hebben we nog muziek, jongens? Ja, nee, kom maar We hebben geen budget, nul budget eigenlijk. Dus de jingles die moeten eigenlijk ter plekke maken. We gaan gewoon proberen, what the fuck. We doen Hotel de Botel. Je hoort het hier bij Slam. En daarom hebben we Glowy aan de lijn. En ook een mannetje, dat moet Peter zijn. Nou, dat was het. Hey, het spel Tennisster of Pornoster is een legendarisch spelletje. Wij hebben dus fragmentjes uitgeknipt van zowel tennissterren, maar ook van pornosterren. Luister goed. Oh, dan denk ik Tennisster. Jij denkt Tennisster. Hey, dit was toch echt een ordinaire pornoster was dit. Porno. Ja. Lekker shirtje Oezo. Hoppakee, tuurlijk jongen. Waarom niet meteen die hele fles? Zijn jij nou Oezo, Luc? Nee. Nee, dat was weer Gijsbert. Oh. Ja, jammer. En wel eerlijke verliezen, Luc. Wat doe je nou allemaal? Heb jij de scheetendoos op? Wat is het nou? Wat, Joost, okay, wat de nee. Fuck ouwe? We hebben hier dus zo'n ding met allemaal gelijk. Het is ook een peppie en kokje uitzending, hé. What the fuck, ouwe? Maar goed, Joost heeft dus een scheetendoosje. Wat een scheidszender. Okay. Ik bedoelde deze, maar... Dave die is van plan om zijn moeder in de zeik te nemen... te zeggen dat hij vanavond een avondje in de cel moet blijven logeren. Peter Vermeulen, politie gewoon in vechtstreken. Ik heb uw zoon voor u aan de lijn. Oh, ik ben net tanig gehouden doordat ik weer te hard reed. Omdat ik nog boetes heb openstaan, dan moet ik nou weer blijven. Jezus Christus, jij bakt er ook een zootje van. Jij nou? Ja, ik weet het niet. Ik kan mama morgen vrij nemen van de werk. Nog 1 minuutje trouwens, Peter. Nog 1 minuutje? Dat was die meneer, die agent. Wat heb je maar nog openstaan dan? Dus volgens mij stond er nog iets van €800 open of zo. Peter, gooi die celdeur maar open en haal die boeien vast. Nou, heel hoort het. Hij mag nu niet verder naar huis. Nee, we gaan hem hier voorlopig nog even houden. We gaan even natrekken wat er verder nog allemaal open staat, want we zagen 2-3 dingen verschijnen, maar meestal bij dit soort veelplegers uit te zoeken. Veelplegers? Het is niet te geloven. Omdat we natuurlijk ook in zijn achterbak drugs hebben gevonden, moeten we heel even kijken hoe we daarmee omgaan. Oh. Ik denk dat dit wel het moment is. Het is een grapje, jullie zijn live op de radio. Allemaal vuile klootzak. Ondertussen zijn we 2,5 jaar verder. Ja, het klinkt toch? Ja, wat dat betreft. Ja, met wat, Daniel en... Wat mij betreft wel. Ja, weet je, Daniel die... Daniel is denk ik, is, net als Rick, weet je, een van de betere radiomakers denk ik. Hij is supersnel. Heeft de juiste normen en waarden, maar kan ook, zoals mij, af en toe zijn gang laten gaan. Af en toe hebben we ook wel eens gezeik, weet je wel. Niet vaak, maar dan zegt hij van, jezus gozer, dat soort boemopmerkingen kunnen ook niet, weet je wel. En vaak heeft hij gelijk, en soms is het ook agree to disagree, weet je wel. Dat is lekker met Daniel, dan zegt hij, oké, ouwe lul, fuck jou. ik ben het er niet mee eens, maar prima zo. Ja, met Julia, weet je wel, die was natuurlijk ook net begonnen met radio. En ik, volgens mij staat ze nog maar aan het begin van wat ze kan. Het kan nog veel meer. Maar het is nog, ik heb nog geen dag hier... met tegenzin gewerkt. En dat is wel anders dan af en toe hiervoor, weet je. Dat, en niet zozeer met collega's, maar ook mee met het hele spel met directie en collega's. En, dat loopt maar hartstikke lekker. Ik denk dat relaxte, ik denk dat het showtje prima te beluisteren is, weet je wel. En dan... nu is het gewoon van elk jaar dat het contract verlengd wordt, sta ik nog steeds heel erg verbaasd. Ja, we hebben geen gelul, weet je wel. Het is...
Ik vind het nog steeds vreemd. Hè? Laat ik zo zeggen, als ik hier programmadirecteur bij Slam was geweest, dan had ik twee keer om mijn hoofd gekrapt of ik zo'n oude lul naar binnen zou trekken. Weet je wel? En dus elke keer als het verlengd wordt, ja, klap ik in mijn handen, want het is rek en erbij blijven. Maar de luistercijfers gaan wat dat betreft. Ja, die gaan lekker. Die gaan lekker. Ja, nee, dat hebben we echt wel een lijpe uitschieters gehad. Maar, en ik ben geen cijfer-nerd. Daniel ook niet. Maar het is, kijk, als je lekker scoort. Het grote voordeel is dat er gewoon meer rust is. Weet je wel, je krijgt minder gezeik van boven. Je hoeft niet gestuurd te worden. Dus dat is wel lekker van lekkere luistercijfers. Maar goed, zowel Daniel, jullie als ik. We maken gewoon in principe radio voor onze moeders. En dat er nog meer mensen luisteren is meegenomen. Is meegenomen. Nou ja. En dat doen ze natuurlijk, meer luisteren. Ja. Over een jaar of vijf zit je er dan nog, denk je? Of, bij Slam? Ja? Nee. Ik denk dit het laatste jaar is. Zou nog een jaar verlengd worden, ook prima. Maar weet je, op een gegeven moment is denk ik wel dat klaar zou moeten zijn. Maar goed, niks verbaast me, weet je wel. Want toen na een jaar, want toen liep het nog niet echt, die show. Toen ik in gesprek was met Martijn Zuurveen, dat hij zei van het wordt nog een jaar verlengd. Dat vond ik echt heel raar. Ik was echt in shock, zat ik thuis van, hè, waarom doen ze dat? Kijk, radiotechnisch snap ik het wel. Maar ik, op een of andere manier stond ik er toch anders in. En toen het na dat jaar ook weer verlengd werd. Ja, wel een cadeautje. Maar het is gek en erbij blijven. Weet je? Ja. Tot je dood. Nee, weet je, maar over vijf jaar. Nee, dan is het echt wel opgehouden. Maar qua radio ook? Of gewoon met name bij Slam? Qua radio weet ik niet. Maar sowieso bij Slam. Ik denk, ik gok dit laatste jaar. Wordt het nog een keer verlengd? Weet je, prima. Allemaal goed. Zo niet ook allemaal goed. Hè? Ik bedoel, dat heb ik al een honderd dus keer besproken hier bij Slam. Het is allemaal prima. En of ik dan nog radio maak, even kijken. Ik vind het leuk om te doen, maar ik heb ook niet echt een ambitie. Weet je wel, ik doe wat er op mijn pad komt. Ja. Ja. Nou ja, dat is lekker toch? Om het op die manier te doen. Nee, precies. Sta er ook een stuk relaxter in. Weet je wel, dat houdt je leven een stuk relaxter. Ja, helemaal goed. Hey, als we nog even kijken naar de radio in het algemeen. Luister je, heb je hem zelf vaak aanstaan? Luister je nog veel radio? Ja, thuis en in de auto. Ja. Toen ik net bij Slam begon, heel vaak geluisterd omdat je het station moet leren kennen. Want ik had geen idee natuurlijk. Maar in de auto eigenlijk altijd in de auto. En thuis 's middags. Ja, en dan s'avonds gaat de PlayStation aan. Dus ik. Ik zap eigenlijk alle stations af om naar de verschillende jongens te luisteren. De meeste ken je nu wel natuurlijk na al die jaren. Sublime luister ik gewoon af en toe, maar gewoon omdat het lekker chill is. Relaxed. Lekker relaxed. Slam natuurlijk vaak als ik terugrij naar Morat Radio 2. De jongens bij 3, vooral die nieuwe Van Breukelen en Barend, weet je wel. Die ken ik al vanaf het begin natuurlijk, dat ze net zijn gekomen. Dus dan is die. Het is leuk om die lui ook op afstand te volgen. Het enige wat ik niet trek is jazz, laat maar zeggen. Echt die lijpe jazz. En voor de rest heb ik eigenlijk overal langs. Want vaak hoor je ook ideeën. Vaak krijg je ook ideeën van andere programma's. En soms pik je gewoon één op één handel van. Van het programma is, maar ik ga alles af van links naar rechts. Hij staat nog vaak aan in ieder geval. Ja. Leuk, ja. Leuk. Hey, ik denk dat we er wel redelijk door zijn. Of je moet nog denken van, dit of dat wil ik nog even delen. Misschien dat we iets gemist hebben. Nee, wat hebben we gemist? Oh. Wat hebben we gemist? Nee, ik denk dat jij alles wel meegenomen. Ik denk het wel, hè? Ja. Ik vond het ongelooflijk grappig om die oude stukjes weer te luisteren. Want wat ik zei, ik heb ze niet. Het mooie is, we gaan je de link sturen van de podcast. En dan heb je eigenlijk gewoon een document van anderhalf uur. Lekker jongens. Nee, ik heb verder niks meer te melden. Stel je zou je carrière, dat doen we eigenlijk altijd aan het eind van de podcast. Stel je zou je carrière moeten omschrijven in een krantenkop. Het gaat allemaal heel snel bij jou, dus denk je je boot heel gauw uit kan gooien. Misschien ook niet, maar welke zou dat zijn? Jezus. Het duurt wel lang dit, hoor. Ja. Gaan. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Gaan en kijken wat het schip staat. Ik denk ook dat hij goed past. Ja, leuk. Hey, we zijn aangekomen bij de laatste vraag. En misschien is het wel de belangrijkste vraag van het gesprek. Ja. Wit of rood? Moeten we het er even bij pakken, denk ik.
in de kratjes. Ze gaan altijd mee met alle apparatuur. Een flesje wit of een flesje rood. Als dank dat je mee hebt gedaan. Hou ik het toch maar bij wit. Wit, flesje wit gaan wij uit het kratje pakken. Lekker jongens. Je haalt hem met voorschijn. Ja, Erik-Jan, super dank. Ja, dankjewel Pete. Voor jou, voor je deelname. Voor je mooie verhalen. Ja, en, voor graag gedaan. Ja. En jullie bedankt. En deze gaat op, kan ik je melden. Goed zo. En waarschijnlijk voor 10 uur vanavond. En wij hopen in ieder geval dat je nog even op de radio bent. Hè? Dankjewel. Tabi. Cheers. Jij ook. Je luisterde naar de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials. En vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende Broadcast.